Wij lossen de maatregelen stap voor stap. En we doen dat stap voor stap omdat we ons niet kunnen permitteren om een misstap te begaan. En stap voor stap, dat wil zeggen dat we onze vrijheid stap voor stap aan het terugwinnen zijn. Maar dat wil ook zeggen dat we voldoende verantwoordelijkheid moeten tonen ten opzichte van die bijkomende vrijheid die we kregen. En daar heb ik geen schrik van. Maar in de ziekenhuizen hebben ze wel schrik, want vanaf morgen mogen we weer naar de kapper en binnenkort kunnen we ook een terrasje doen bij de horeca. Is dat allemaal niet te vroeg? De cultuursector en de evenementen die voelen zich weer helemaal ook in de steek gelaten met nauwelijks zicht op bruisende activiteiten. Wij gaan erover straks hier debatteren. Wees dus welkom in de zevende dag. Maar eerst de gevolgen van de grote brand op het militair domein in Brecht. 50 brandweermannen zijn daar vannacht paraat gebleven voor het geval het vuur weer zou opflakkeren. Gisteren in de vooravond mochten 400 omwonenden al wel weer naar huis. Na een schietoefening van het leger had de kurkdroge heide vuur gevat. Het natuurgebied in Brecht is 1500 hectare groot en 500 hectare daarvan is in de as gelegd. Het gerecht voert een onderzoek naar wat is fout gelopen. Defensie verontschuldigt zich alvast. Ik wil ook mijn spijt uitdrukken voor wat er gebeurd is. Defensie heeft daar, laten we zeggen, waarschijnlijk misschien een brand veroorzaakt. En ik kan begrijpen dat de lokale besturen en de inwoners hier niet mee opgezet zijn. De Defensie s'excuse évidemment auprès de la population. Pour ce que ça a pu entraîner. Aujourd'hui, on a demandé une enquête. Nous devons voir aussi si toutes les mesures de sécurité ont bien été respectées au moment de cet exercice. En ik kan nu praten met luitenant-generaal Mark Thijs, vice-chef van Defensie. Meneer Thijs, goedemorgen. Sluit u zich om te beginnen aan bij die verontschuldigingen? Natuurlijk. Ik sluit me daar absoluut bij aan. We zijn ook vooral opgelucht dat allereerst de brand onder controle is, maar vooral ook dat er geen slachtoffers gevallen zijn en geen gewonden. In deze coronatijden is het niet het moment om de ziekenhuizen nog extra te belasten met zulke gevallen. Ja, inderdaad. Meneer Thijs, veel mensen zullen gisteren geslikt hebben bij het nieuws. Hè. Het leger houdt schietoefeningen op een kurkdroge heide en dan is er blijkbaar onvoldoende rekening mee gehouden dat daar brand van kan komen. De type schietoefening die gepland was, heeft eigenlijk geen brandgevaar op zich. Eigenlijk. Dat zijn totaal inerte munities waarmee geschoten wordt. Dus het onderzoek, en ik ben bijzonder blij dat er een onderzoeksrechter is aangesteld, zodat we duidelijk kunnen hebben, ook onpartijdige duidelijkheid over wat er juist gebeurd is. Maar de type schietoefening die gepland was, dat was totaal inerte munitie die in principe geen brand kan veroorzaken. Dus daar wensen we ook heel snel duidelijkheid hebben wat daar juist gebeurd is. Ja, en toch, hè, het is bijna Kafka, want hoe is het mogelijk dat uitgerekend de brandweerwagen op dat ogenblik defect en afwezig is? Voor dat type oefening moet allereerst geen brandweerwagen aanwezig zijn. En ook uit de verklaringen ook van de brandweercommandant en ook de tijdslijn die ik gekregen heb, is ook duidelijk gebleken dat de brand, het is geen brandweerwagen, maar een wagen met brandweermaterieel, dat die eigenlijk geen verschil had gemaakt. De snelheid van tussenkomst van de brandweer, en dat is iets dat we ook jaarlijks oefenen, de hutkamp samen met de civiele brandweer, om te kunnen tussenkomen. Spijtig genoeg natuurlijk, in 2021 door corona zijn deze oefeningen niet doorgegaan. Maar het is een normale procedure dat in geval van brand onmiddellijk de civiele brandweer geroepen wordt. Maar misschien nog opmerkelijker, hè? Zelfs als die brandweerwagen er was geweest, blijkbaar zijn de enigen die hem konden bedienen al 5 jaar met pensioen en niet vervangen. Het is te zeggen, de mensen die de opleiding gekregen hadden op de firma en door de firma en die kwalificatie daar gekregen, die zijn wel degelijk op pensioen. Maar we hebben natuurlijk wel het personeel dat met dat brandweermateriaal op die wagen kan werken. Dus het ene sluit het andere niet uit. Maar voor dit type oefeningen, waar we met volledig inert materieel werken, is er in principe geen brandweerwagen voorzien, omdat er ook geen brandgevaar kan zijn. En het is daarom dat het onderzoek voor ons heel belangrijk is om goed te kunnen begrijpen wat is daar gebeurd en dan ook de juiste lessen daar te kunnen uittrekken. Kan een van de lessen zijn dat dit misschien wel een voorbeeld is van wat er gebeurt als Defensie jarenlang ondergefinancierd wordt? Het is een feit. Bij alles wat gebeurt, is het de pandemie, is het de aanslagen van 22 maart,
Is er een incident, worden we opnieuw altijd met de neus op de feiten gedrukt dat we eigenlijk wel degelijk een aantal structurele problemen hebben waaraan we proberen te werken. De grote les vandaag, en dus een les die wij vanuit Defensie toch al meerdere jaren proberen naar buiten te brengen, is dat men wel een aantal capaciteiten kan afschaffen. Dat gaat zeer snel. Maar als ze terug moeten opgebouwd worden, dat heel veel tijd duurt. Ja, en we gaan de komende jaren wel miljarden betalen voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Misschien moet er toch ook nog wel wat vanaf kunnen voor een nieuwe brandweerwagen. Het structureel terug in orde zetten van onze organisatie is een werk van heel lange adem. Mm-hmm. En het is niet het een of het ander, maar het is beide. Alles is nodig. Het is een geheel. Ik heb deze week nog een discussie gehad met iemand. En uiteindelijk, Defensie is zoals een maatschappij. We hebben chirurgen, dokters, ingenieurs, maar ook metsers en gewone infanteristen. We hebben dus een heel verscheiden en complexe organisatie waar we alles nodig hebben. Zowel brandweerwagens als gevechtsvliegtuigen. Voelt u zichzelf verantwoordelijk eigenlijk? Natuurlijk, we zijn als organisatie altijd verantwoordelijk. Hè. We zijn een integraal deel van de maatschappij. Wij proberen ook een reflectie te zijn van deze maatschappij. En wij nemen dus ook onze verantwoordelijkheid. Hier is er, zoals altijd, in zulke gevallen een samenloop van omstandigheden die nu moeten onderzocht worden. Maar het feit dat we een droge periode hebben, een noordoostenwind en een terrein dat noordoostgericht is, en dan in het noorden begint de brand, dat heeft natuurlijk, en de brandweer zegt dat zelf ook, ja. Ze hebben nooit een zo snel om zich heen grijpende brand gezien eigenlijk. Ja. Nog één vraagje. Er is natuurlijk wel 500 hectare waardevol natuurgebied in de as gelegd. Kan en wil het leger mee betalen, mee helpen aan het herstel daarvan? Ik denk, als je onze akkoorden en onze samenwerking ziet met Natuur en Bos, dat deze heel constructief loopt sinds meerdere decennia eigenlijk. En dat de mooiste natuurgebieden in ons land eigenlijk militaire domeinen zijn. Dus wij hebben een engagement naar Natuur en Bos om dat ook zo te houden, ook in Brasschaat. Oké, dank u wel, luitenant-generaal Thijs. Dank u wel. Mag ik hier noteren dat en Groen en SPA en VLD vrijdag op het overlegcomité de matrix van de eventsector mee goedkeuren. Wij leggen die op tafel. We zijn hier bondgenoten. Ik ga vrijdag kijken hoe dat bondgenootschap zich gaat afwikkelen. Ik hoop dat ik op het einde van de vergadering niet alleen sta in die verdediging. Ja, dag Jan Jabon, Vlaams minister-president. En hoe was het vrijdag? Stond u wel alleen? Er zijn natuurlijk een paar voorafgaande contacten genomen. En dan bleek dat, zeker voor de maanden juli en augustus, dat er door het geheel van degene die moesten beslissen geen bereidheid was om naar een fatsoenlijke bezoekersaantallen te gaan. En dan dacht ik dat het geraadzamer was. Ik moet ook niet vergeten, we zijn in een situatie waar de bezetting van de ziekenhuizen nog redelijk hoog is. Dus de omstandigheden waren niet echt naar... Ja, de bereidheid was er ook niet, zeker langs de federale kant, om verder te gaan dan die 2500 mensen voor juli en augustus. En dan dacht ik dat het geraadzamer was voor nog 14 dagen te wachten. Dat is niet fijn. Maar een slechte beslissing, of in mijn ogen slechte beslissing, in de ogen van het Vlaams parlement slechte beslissing, dat is denk ik... Zegt u inderdaad wel wat mensen van bijvoorbeeld vooruit in het Vlaams parlement vinden. Dat is niet wat Frank van den Broeke vindt natuurlijk. Ja, maar die analyse moet ik niet maken. Ik denk dat men die... Maar u hebt die wel geconstateerd vrijdag. Maar ik heb al vaak geconstateerd dat de minister van Volksgezondheid zijn rol van bewaker van de volksgezondheid heel hard speelt. Maar goed, ik denk dat we meer... Collega Peter De Rover, die de laatste keer was, die zei, dus eigenlijk, meester Jan is eigenlijk de leider van de verstrengingsbrigade. Meester Frank, neem ik aan. Ja, sorry, meester Frank. voor alle duidelijkheid. En, meester Jan wil niet de leider van de versoepelingsbrigade zijn. Ik denk dat we goed moeten elkaar vinden en de zaken doen die moeten gebeuren. Maar ik vind... unison of eendimensionaal kijken naar wat er zich met het virus afspeelt, zonder te vergeten wat er zich in de geestelijke gezondheidszorg, wat er bij de draagkracht in de maatschappij. Ik denk dat dat te smal de problematiek benaderen is. En ik hoop dat we de volgende 14 dagen ook daar
de fronten wat kunnen doen bewegen. Je moet ook niet vergeten, wanneer we juli, augustus spreken, dan zitten we in de vaccinatiecampagne. Want dat is het groot verschil natuurlijk met de eerste en de tweede golf. We zijn nu ver in die vaccinatiecampagne. Tweede helft juni, Wouter Beken heeft van Pinkster gesproken, hebben we de meest kwetsbaren gevaccineerd en heeft dat vaccin ook al 2-3 weken kunnen inwerken. De meest kwetsbare gevaccineerd wil zeggen dat dat virus niet meer in staat is om die mensen, die meest zwakkeren, in het ziekenhuis te duwen, bij wijze van spreken. En dus dat is voor mij echt wel een gamechanger in het verhaal. Want anderzijds, in de huidige toestand, er zijn natuurlijk mensen die vinden dat het niet snel genoeg gaat, het versoepelen. Ja. In de ziekenhuissector met name maken ze zich zorgen dat dit nog te snel gaat. We gaan even kijken, want de collega's van het journaal die zijn in het Virga Jessa ziekenhuis in Hasselt gaan kijken op het ogenblik dat de persconferentie werd gegeven. Als we naar de intensieven kijken, die liggen toch nog altijd barstens vol. Dus echte versoepelingen, denk ik niet dat, dat we daar al klaar voor zijn. Als u ergens zit, dan moet er steeds minimum 1,5 meter zijn ten opzichte van de stoel van iemand die en denk je, dat aan de andere tafel zit. Pendant le mois de juin, nous passerons à une étape suivante. Si l'utilisation de capacités dans nos soins intensifs s'oriente vers un taux d'occupation de 500. 500 baden, dat is nog even. Betekent dat ook vooral eigenlijk alles op de helft moet vallen? Dat gaat om de helft, hè? De helft, hè? Dat is, daar zit je niet over 4 weken, hoor. Maak je geen enkele illusie, hè? Ja, daar geloven ze zelfs niet dat de volgende versoepeling zelfs er mogelijk zal zijn. Ja, we zullen dat zien voor de volgende versoepeling in juni. We hebben niet gezegd 1 juni, we hebben niet gezegd 3 juni. We hebben gezegd in juni. Moet inderdaad die intensieve zorgen op 500 zijn. Maar als ik nu zie wat er de laatste dagen, dan zien we... We gaan nu naar 875. 875 is het cijfer van gisteren. Dus die daling is wel ingezet. Kijk, er is niemand van ons die met vuur wil spelen. Hè. We moeten nu zorgen uitstellen in de intensieve zorgen. Dat is niet goed. Dus daar moeten we van terugkomen. Dus daarom onder die 500. Als we over de zomer spreken, dan spreken we alweer een maand later. Dus juli, augustus. Ja. En ik zeg het, je moet de cijfers in de intensieve zorgen... Belangrijk, de graad van vaccinatie is ook een parameter. Dat is het groot verschil dat we hebben met dus de eerste en tweede. Dus is het wel gewoon gezond verstand geweest om dat evenementenplan voorlopig even uit te stellen? Wel, laat me zeggen, het gezond verstand was denk ik van liever nu even nog geen beslissing dan een beslissing waarvan de sector zou zeggen boeken toe, heel de zomer is verloren. Maar de sector kijkt er natuurlijk anders naar. Dat begrijpt u wel. Laten we even een perscommuniqué bijhalen van Sound of Silence, die ook de eventsector vertegenwoordigt. Die zegt, het is een uppercut. Onze sector zit financieel en emotioneel aan de grond. We liggen KO in de ring en de handdoek, om spreekwoordelijk te gooien, is nabij. Wie helpt ons eindelijk weer overeind? Nee. Bent u hen tekortgeschoten? Ja, maar ik zeg het, de keuze die we hadden was ofwel de beslissing nog 14 dagen uitstellen en dan hopelijk iets te doen waarmee we de handdoek niet hoeft in de ring te gooien, waarmee we niet financieel aan de grond zit, emotioneel, dat is iets anders, maar waarmee men niet financieel aan de grond zit, of een beslissing nemen die inderdaad dat wat daar staat helemaal zou bewerkstelligen. Want financieel natuurlijk, het blijft er nog altijd die tegemoetkoming, maar vroeger was die op 15% van de omzet, die wordt nu gereduceerd naar 10%, dus ze krijgen wel minder ook. Kijk, dat was 1 maand, hebben ze dat op 15% gezet. Nee. We zijn er in april mee begonnen, omdat, wat lag op tafel, we hadden in april de terrassen willen opendoen. Want het gaat over de horeca voornamelijk. We hadden in april de terrassen willen opendoen, dat is niet gelukt. Dus als de terrassen niet open gaan, gaan we de steunmaatregelen naar 15% brengen. Nu, in mei, gaan de terrassen open, dus de logica is dat we terug naar 10%. Maar die eventsector deelt daar mee in de klap, toch? Ja, maar we hebben 1 maand. En dan, voor mij kun je discussiëren over die eerste 8 dagen, maar we hebben 1 maand dat verhoogd omwille van de horeca ter hulp te schieten. Voor de rest is het altijd die 10% geweest. Kijk, mevrouw, ik zou graag aan iedereen zeggen, kijk, dien maar in welk verlies dat gemaakt hebt, we vegen het allemaal proper. Maar de belastingbetaler gaat uiteindelijk, we gaan geen belastingen verhogen, maar dit zal in de schuldgraad komen en uiteindelijk zal de belastingbetaler dit allemaal moeten betalen. Dus ook daar moeten we evenwicht in nastreven. We hebben nu al meer dan 500 miljoen toegestoken aan de horeca. We hebben meer dan 2 miljard
steunmaatregelen al gegeven vanuit Vlaanderen. Dus ik vind, ik begrijp allemaal... Ze moeten redelijk blijven. Ja, maar kijk, wat is redelijk in deze? Hè? Wij moeten... Onze job is, en dat is een tamelijk ondankbaar gegeven in dit gebied, wij moeten de evenwichten bewaren. En ik heb altijd gezegd, wij willen de bedrijven die gezond waren, bedrijven, verenigingen, instellingen, je mag dat breed kaderen, die gezond waren voor de pandemie, door de pandemie doorslepen. Dat is de opdracht van de Vlaamse regering. Maar we moeten dat tegelijkertijd ook doen met respect voor de belastingbetaler. Nog even die evenementen. Hè. U zei ja, ik volg dat volledig. Daarin wordt onder andere ook gevraagd om vanaf juni 800 mensen buiten, 400 mensen binnen. Volgende overlegcomité is 11 juni. Gaat u dat dan weer... 11 mei, sorry. Ja, die datum mei. Blijft een moeilijkheden. Gaat u dat dan weer op tafel leggen? Wel, laat me zeggen, met de sector is... is begripvol dat mei en juni, ik zeg het, zolang als we de meest kwetsbaren niet gevaccineerd hebben, dat is echt een gamechanger, dat allemaal nog een beetje gematigder is. Dus daar kan men mee leven. Het is de zomer die eigenlijk de weg naar de vrijheid terug moet zijn. Dus ik denk, mei, juni, daar gaan we niets meer aan veranderen. Okay. Die 500, dat is belangrijk, die 500 in de ICU. Maar voor mij is de inzet, hoe gaan we juli, augustus, september... Perspectief is echt de zomer. De perspectief is echt zomer. Ja, ook Steven van Guchten, de viroloog, die zag eigenlijk ook weinig graten in versoepelingen aankondigen richting zomer, zo zei hij ook afgelopen week. Het gaat hier vooral ook om timing. Dat moeten we echt goed in gedachten houden. Wat we nu doen in april, begin mei, dat is toch wel iets heel anders dan juli en augustus. Daar maak ik mij een stuk minder zorgen in. Die jeugdkampen van 50, ja, ik denk niet dat dat een groot probleem gaat zijn, om eerlijk te zijn. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Want ik hoorde ook Geert Meyfroot, de arts, ook in de afspraak zeggen, ja, die buitenactiviteiten, daar kunnen we wel mee leven. We hebben inderdaad ook de vaccinaties die tegen de zomer normaal gezien toch veel mensen zouden moeten bereikt hebben. Waarom is men niet in staat in dat overlegcomité om dat perspectief voor de zomer te bieden? Men kan toch projecties maken? Men heeft mensen als Steven van Gucht die zeggen, ja, die zomer, daar moeten we zo bang niet van zijn. Waar is men dan zo bang van? Wel, ik denk dat je dat niet aan mij moet vragen. Maar u zit daar, u kan het weten en ruiken en voelen. Daar rond de tafel verdedig ik exact de standpunten die die mensen verdedigen met dezelfde argumenten, met de timing van de vaccinatiecampagne in de hand. Maar het overlegcomité beslist bij consensus. Kan daar ook niet... Heerst daar angst? Angst om te snel, om misschien de nieuwe regering Wilmes te worden, die fouten te maken? Is dat de angst die regeert? Maar ik denk dat de angst regeert niet, maar ik denk natuurlijk iedereen wel een stuk voorzichtig. Wat niemand wil, is een beslissing pakken waarvan je daarna zegt, potverdorie, die was zo verkeerd. Dus dat wil niemand. Maar ik zeg het, we moeten evenwichten in het oog houden. En er zijn binnen de federale regering, dat is ook een heel brede panoplie. Ik zal zeggen, met mensen die nog veel verder willen gaan in de versoepeling dan ik en mensen die echt wel op de rem staan. En de eerste minister moet daar eerst onder die dingen consensus vinden. Maar ik moet zijn job niet uitleggen. Het is langs die kant dat eigenlijk op de rem gestaan wordt. En ik hoop binnen 14 dagen dat we de fronten in beweging krijgen. En wat met de horeca? Want op 8 mei mogen de terrassen nu open. Eigenlijk de volgende deadline was dan juni. Dan mag het binnen, maar ook op voorwaarde dat we onder die 500 op intensieve zorgen geraken. Zegt u nu voor de horeca ook, zoals voor de evenementen, het zal eerder de zomervakantie worden? Wel, ik zeg voor de horeca, het zal de 500 ICU is daar de volgende dingen. Maar gelijk het de laatste dagen evolueert, dan kan het vrij snel gaan. Hè? Dus dat is, denk ik, daar is het heel duidelijk. Men vraagt perspectief, wel perspectief. Ja. Dus laten we iedere dag kijken hoe die cijfers in de intensieve... Juni binnen, dat blijft voorlopig overeind. Juni binnen blijft overeind, op voorwaarde dat we met die ICU-cijfers naar de 500 gaan. Maar u zegt inderdaad ook vaak, die vaccinatiegraad, moeten we daar ook eens misschien niet een kat durven noemen? Als we kijken naar de vaccinatiegraad. Die plannen worden altijd voor het hele land gemaakt en dus ook de vaccinatiegraad voor het hele land. Ja. In Vlaanderen worden wel meer mensen gevaccineerd. 15% meer, 85-plussers, 75-plussers, die komen op het appel. Ook Dirk Raamakers van de Taskforce maakt zich zorgen over de vaccinatiebereidheid in Brussel. Moeten we op een bepaald moment niet durven zeggen, ja, als we in Vlaanderen wel die vaccinatiegraad halen, dan moeten hier misschien meer dingen kunnen. Ja, u zal van een Vlaams nationalist natuurlijk daar alleen maar bevestiging krijgen op dat vlak.
Maar ik hoop vooral dat Wallonië en Brussel... Want er is natuurlijk ook veel interactie tussen... Zeker tussen Brussel en Vlaanderen, daar is veel interactie tussen. Dus ik hoop dat men in Wallonië en in Brussel inspanningen doet om die, dat scepticisme, want daar gaat het dan natuurlijk tegenover vaccins. Ik denk dat men daar wat meer naar Frankrijk kijkt, waar die anti-vaccampagnes toch wat heviger zijn dan bijvoorbeeld bij ons en in Nederland. Dus dat men daar erin slaagt om dat omhoog te krijgen. Maar ja, inderdaad, ik zal heel moeilijk kunnen verdedigen dat op een bepaald moment zeggen Vlaanderen is nu ver genoeg in de vaccinatie en we zouden een aantal versoepelingen hier kunnen doen met, zonder risico te nemen. Maar we gaan dat niet doen omdat men in Franstalig België niet ver genoeg staat. Ja, ik denk dat dat een heel moeilijke... Anderzijds, als je als Vlaming vanaf 8 mei op een terrasje in Brussel iets gaat drinken, loop je meer risico dan in Vlaanderen. Ja, maar ik denk de voorwaarden die we geschetst hebben, namelijk maar met vier aan een tafel, die tafels niet, maar de gezelschappen. Hè, dus de tafel met de stoelen er rond moet 1,5 meter van het andere. Ik denk dat je weinig risico daarmee loopt. Dus die omkaderende maatregelen zijn wel van die aard dat het risico echt beperkt wordt. Ja, je zit ook buiten. Maar over die omkaderende maatregelen, dat was onder andere een tweet over van Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, Belgische Logica, ja, die dan zegt pintje drinken op een terras tot 22 uur met 4, daarna tot middernacht een digestief met 10 in een park en daarna in groepjes van 3 naar huis. Dus ja, dat is compleet verwarrend. Hè? Maar je kan alles altijd op stopjes trekken. Hè? Dat zijn 3 verschillende dingen. 4 op een terras, dat wil zeggen, je zit met 4 aan een tafel, daar is de afstandsregel van 1,5 niet van toepassing. De 10 buiten, daar is de afstandsregel van toepassing. Daar is, in de praktijk zien we dat natuurlijk anders. Hè? Ja, maar goed, maar in de praktijk, dan moet je geen regels uitvaarden. Als je zegt, in de praktijk zit je... In de praktijk zie ik soms dat mensen die te veel gedronken hebben achter stuur kruipen. In de praktijk zie ik soms dat mensen te snel rijden en de snelheidsbeperkingen. Ja, dan moet je dat allemaal mee stoppen. Dus dat is, er zijn regels en dan moeten ze nageleefd worden. En dan is het de politie om die regels te doen naleven. Onze taak is om regels te zetten die logisch moeten zijn. Die samenscholing, dat is het alternatief voor de nachtklok. De nachtklok, en u weet dat wij daar ook, zeker omdat het zo lang geduurd heeft, daarop tegenstellen. Maar om nu te zeggen, we schaffen de nachtklok af en ineens kan alles... We hebben gezegd, wat is redelijk? Redelijk is dat mensen van het terras van het café naar huis gaan en dat in een beperkt gezelschap gebeurt. Dus ik denk dat die zaken redelijk logisch zijn. Maar als je appelen met peren gaat vergelijken, kan je erover aan. Ik wou nog één ding even terugkomen op wat u zei. Van inderdaad, ik kan het mij niet permitteren als in Vlaanderen die vaccinatiegraad hoog is, om dat dan niet op tafel te leggen. Gaat u dat effectief dan misschien met Pinksterboot op tafel beginnen leggen? Maar ik heb daar al voor gewaarschuwd in het overlegcomité. Ik heb dat al gezegd van kijk, ik roep de Franstalige collega's op. Want hoe zal ik zeggen, tussen de regio's is de samenwerking heel goed en de verstandhouding ook heel goed. Maar bon, op een bepaald moment zie je een fenomeen aankomen en dan denk ik dat je daarvoor moet waarschuwen. Dus ik heb dat al op tafel gegooid en we zullen zien. Voor mij, wanneer die spreidt, want er zijn nu 25% van de mensen gevaccineerd of zo. Dus we zitten nog in een redelijk beperkt... Als die spreidstand groter gaat worden, met dat de vaccinatie gaat toenemen, dan gaat dat echt wel een element worden waar we beslissingen over moeten nemen. Nog één puntje. Moet er een inreisverbod komen voor studenten uit India? Want de Indiaanse variant is in ons land door een groepje van 43 studenten. Ja. Staatssecretaris Medi pleit daarvoor. Steunt u dat ook? Nee, ik steun dat niet. Ik denk dat we... uit India, we weten nu, daar is een gevaar. Dus ik denk dat we daarmee... Maar algemeen voor... Staatssecretaris Medi zegt algemeen voor, ik denk dat het echt niet goed is. Ik denk dat we moeten de protocollen die we hebben goed toepassen. Hier is het ook gebeurd. Die mensen zijn binnengekomen, die zijn getest. Die moeten in quarantaine, 10 dagen. Dus ik denk dat we dat heel goed moeten toepassen. Maar nu zeggen ook daar weer, we gaan ineens die uitwisseling van studenten... Allee, de studentenpopulatie wordt al zo hard getroffen. Ik was gisteren nog iemand... had ik iemand tegengekomen die nu zijn eerste jaar in de hogeschool zit. Ja, die hebben geen laatste jaar humaniora gehad. Al de festiviteiten. Dus ik denk dat we de studentenbevolking toch een beetje moeten sparen. Dus ik pleit daar niet voor. Ik pleit wel voor strenge toepassing van de protocols. Oké, dank u wel, minister-president Jan. Graag gedaan. Ja, en de situatie in India is inderdaad zeer zorgwekkend. Het land wordt geteisterd door een tweede golf met bijna 350.000 nieuwe geregistreerde besmettingen per dag. Nergens ter wereld grijpt het virus op dit moment zo snel en zo wild om zich heen. De nood is er hoog, de noodkreten klinken luid en hartverscheurend. Please, do something and please release some oxygen supply.
People need it here. People need beds here. People need meds here. People need wards here. People need injections. People need medicines. En ik? Laten we ook eens horen, hè, ter plekke. Goedemiddag, Herman Sharma van Artsen zonder Grenzen. Good evening, is that to you, Herman Sharma? In New Delhi, you're a physician, but also deputy head of mission for Doctors Without Borders in India. Again, India is completely under the spell of the virus and the numbers spike again. How bad is the situation at the moment? Hi, good morning, good evening all. Yes, India right now is facing a second wave with surging number of cases. The situation is challenging right now with the healthcare staff and the healthcare facilities right now are struggling a little bit. We are working in Mumbai, India. We are supporting Ministry of Health in this response. But in general data, even in Mumbai, the facilities are more than 90% occupied. So we see high bed occupancy rates right now with this rapid surge in number of cases. Yeah. Is there an explanation for this new wave of infections? I think this new wave, means we are witnessing this this second wave. The first wave, the COVID-19 infection in India started from January 2020. And then India imposed a very strict lockdown for coming almost couple of months. The infection still kept rising, and it raised till September 2020, and then it started to came down. From September to almost February, the infection, the number of new confirmed cases, they were going down. I think this is one of the reasons with a decrease in number of cases. I think people were not following the COVID appropriate behavior of wearing masks properly and maintaining appropriate social distance. India being a country of the population density also is very high in India, specifically. When I talk about a city like Mumbai, it becomes very difficult. Yeah. So gradual opening up of the economy when the lockdown restrictions were eased out, coupled with the people not following COVID appropriate behavior, I think this might have led to the rapid surge in number of cases. And like you referred to the situation in the hospital, we saw some images also in yesterday's news. Can people get the right help there? Because we heard that oxygen deprivation is the biggest problem. Does India have the resources to help those people? This question can be better addressed by the government officials, but the facility where we are working in the response, they have their own in-house oxygen plant. So the facility right now in terms of oxygen supplies is okay. But yes, we also are hearing media reports of limitations of oxygen supplies, more specifically from Delhi. We hope that all the essential medical supplies required for the treatment of COVID-19 patients in all facilities is ensured in an uninterrupted manner, be it with the oxygen or other medical or other essential supplies. There's, on the one hand, there's a situation in the hospitals and the oxygen problem. On the other hand, there's also, I heard, the vaccination that is going too slowly. So the vaccination campaign in India, the Ministry of Health is organizing the vaccinations in India. They started the vaccination in January 2021, and then they rolled out the vaccination in a phase-wise manner. In the first phase, initially with the healthcare workers and the frontline workers, then it was opened up gradually for people above 60 years of age, and then it was opened up about 45 years of age. Now, from 1st of April, many of the states are saying that they will open up the vaccination for all people above 18 years of age. So when I talk about the inclination for taking vaccine, so initially, because all these vaccines which have been authorized in India are under emergency use authorization.
So there was a little bit of hesitancy in people, but now with the second surging COVID wave, we are seeing more and more people going for the vaccinations. Yeah, more and more people indeed convinced to get the vaccine, and hopefully that there will not be a third wave, but that you will get things as soon as possible under control. Hang in there. Thank you very much, Herman Sharma. Thank you. En intussen, welkom bij ons aan tafel, Michael de Kok, Matthias de Kaluwe en professor Mark van Ranst. We gaan het meteen met jullie hebben over het overlegcomité en die hobbelige weg naar het Rijk van de Vrijheid. Maar eerst, professor van Ranst, toch eens inpikken op India. Want ja, ja, de India-variant, zoals die genoemd wordt, die is intussen in ons land door dat groepje van 43 studenten. Om te beginnen, hoe gaat het er daarmee? Zijn daar mensen ziek van geworden? Die zijn ziek, maar niet ernstig ziek. Dus dat valt wel mee. De positieven, ja, die blijven positief. Er zijn geen positieven bijgekomen de laatste twee dagen. Dus dat is onder controle. Die zijn in quarantaine. Er waren daarvoor ook al een aantal mensen in Antwerpen en in het Brusselse die ook positief waren daarvoor. Dus je voelt dat binnenkruipen. Ons land is voor wat dat betreft eigenlijk een beetje een zeef. Want wat misschien verontrustend is, die mensen waren blijkbaar allemaal gevaccineerd en ook uitgebreid. Niet allemaal gevaccineerd. Nee. Weten we al hoe ze die besmetting hebben opgelopen? Wel, er zijn een aantal mogelijkheden. Op Charles de Gaulle zelf, want daar was er een enorme file, daar zijn foto's van, om de antigeentest te gaan halen. Een antigeentest die dan negatief was. Dat zou een mogelijkheid zijn. De meest waarschijnlijke verklaring is op de autobus. Op de bus, 3,5 uur van Parijs naar België. Daar, dat is vaak met ventilatie die onvoldoende is. Weten we waar ze gevaccineerd waren? Een deel waren gevaccineerd met Covishield. Dat is de Indiaanse variant van AstraZeneca. Een andere hadden in andere landen, in Malta, het Pfizer-vaccin gekregen. En een deel was nog niet gevaccineerd. Of... daar weten we het nog niet van, want de communicatie is niet altijd. Moeten we daar dan geen zorgen over maken? Gevaccineerd met Pfizer, wat bij ons ook gebruikt wordt, en toch besmet met die variant? Wel, besmet, ja. En ziek? En ziek, maar niet ernstig ziek. Ik denk dat voor varianten, daar gaan we moeten mee leven, dat die vaccins wel werken, maar niet tegen niet geïnfecteerd te geraken of niet gewoon ziek te geraken. Nog één vraagje daarover. Aan uw eigen REGA-instituut wordt die India-variant onderzocht. Hè. Er wordt van gezegd dat die echt wel besmettelijker en gevaarlijker is. Is daar al zicht op? We beginnen daar wat zicht op te krijgen, maar nog niet over besmettelijkheid. We weten dat er binnen die Indiaanse variant ook nog twee varianten zijn. Daar hebben wij de minst, diegene die in India het minste voorkomt, die is bij deze studenten vastgesteld. Dus je hebt daar lijn 1 en lijn 2. Maar naar overdraagbaarheid toe kan je enkel afgaan op hoe snel deze variant in India zich verspreid heeft. Die heeft in een mum van tijd de volledige virusmarkt daarover spoeld. Dus dat kan je enkel maar doen wanneer je meer besmettelijk bent. Ziektevermakend vermogen, daar is op dit moment geen informatie over. Maar dus zeker bij ons ook in de gaten te houden. Absoluut. En dan gaan we het nu hebben over het overlegcomité en de gevolgen daarvan. We kijken hoopvol uit naar het eerste teken van een echte daling. Maar dat is het probleem. We zien het nog altijd niet. Niet in de besmettingen, niet in de ziekenhuisopnames en zeker niet wanneer we kijken naar het aantal ingenomen bedden. Is het dan wel de moment om te gaan nadenken over versoepelen? Ja, dat is een moeilijke discussie. Het lijkt wel alsof we in twee werelden leven. Je hebt de wereld van de ziekenhuizen en dan de wereld daarbuiten, waar de druk om te versoepelen heel groot wordt. Dat is begrijpelijk, want we zitten al lang te wachten op dat perspectief en dat gaat er komen. Het probleem is alleen, we willen te vroeg te veel dingen doen. Ja, en die twee werelden hebben we hier een beetje samengebracht. Micha de Kok, bij jou beginnen, baas van de KWS. De Schouwburg die morgen toch de deuren wil openen. Jullie gaan toch gaan spelen. Willen jullie niet te snel gaan versoepelen? Nee, ik denk dat niet. Nu, wij zijn intussen, wij hebben een paar weken terug aangekondigd dat wij deze week zouden openen. Wij zijn intussen volop in overleg met de overheden om daar een testevent van te maken. Omdat wij ook geloven, en niet als window dressing, om toch te kunnen spelen, want wat zou die week uitmaken, maar om echt iets te testen, om de luchtkwaliteit echt te kunnen meten. Wat er gebeurt als je meer mensen toelaat en als je de publieksaantallen opvoert, of de luchtkwaliteit dezelfde blijft. Of met andere woorden, de CO2 en de luchtvochtigheid dezelfde blijft en of die ruimtes dus veilig zijn. Als dat zo is, kan dat belangrijk zijn om naar een verdere ontsluiting. Willen wij te snel versoepelen? Ik denk dat niet. Ik hou in die zin niet zozeer echt van het woord versoepelen.
willen. Hoewel dat ik begrijp waarom het gebruikt wordt, maar omdat dat altijd in kampen gaat van degene die streng willen zijn en degene die alles willen dat alles kan. En dat is natuurlijk niet zo. De sector heeft, is de eerste die bijna gesloten heeft vorig jaar voor de regering Wilmes in der tijd dingen heeft bepaald. Wij, hebben toen, wij zijn zeer verantwoordelijk daarom omtrent. Wij hebben sinds de zomer, onder andere met Mark van Ransen en collega's van mij, heel de zomer doorgepraat en de nazomer. Hoe kunnen wij veilig werken? Wat zijn die protocollen? Er zijn die CIRM-protocollen uitgekomen. Op die manier kan je echt publiek veilig begeleiden. Overigens, er zijn experten in virologie. Wij zijn eigenlijk expert in ontmoeting, in publiek. Maar vindt u dan dat jullie niet, en met ook dat eventplan dat nu ook op tafel lag, dat exitplan, dat jullie niet au sérieux genomen worden? Is dat een frustratie? Ja, dat leeft heel erg binnen de sector uiteraard. Sinds oktober en een paar weken terug werd er over ons niet meer gesproken. Patrick Colpé, directeur van Theater in Namen, die zei letterlijk dat wij voelen ons als sector vernederd en niet gehoord. En die kreeg is er ook vanuit de eventsector al vaak geweest. Die zijn zo goed en zo bedreven in crowdmanagement. Ze hebben maanden terug al gevraagd, zet ons in als er dingen gebeuren om die goed te laten gebeuren. Maar dus dat exitplannen, dat heeft het niet gehaald. Jan Jamon zegt, ik ga dat 11 mei wel terug op tafel leggen. Hebt u daar hoop op? Ja, ik heb altijd hoop. We hebben altijd hoop. Ik neem de gesprekken, ik ben daar niet bij betrokken voor alle duidelijkheid, die waren voordien zeer goed, hoor ik. Er lag een plan op tafel, dat is er nu niet gekomen. Waarom is dat zo erg? Omdat natuurlijk heel veel mensen wanhopig zijn, het water tot de lippen staat en dat je natuurlijk die dingen, de overheden denken dat soms fout, je kan die niet op één nacht organiseren. Je hebt tijd nodig om te plannen, om mensen, enfin, een productie met 30 mensen, die zet je niet van knip en morgen kan je spelen. We hebben tijd nodig en we hebben perspectief nodig om inderdaad te zeggen. Wouter Beke zegt nu het kantelpunt is ongeveer Pinksteren. In het begin keken we naar de besmettingen, dan naar de bedden op intensieve zorgen. Nu kijken we ook naar de vaccinatie. Daarom dat we als sector ook zo aandringen op Okay. En u, Matthias de Kaluwe, u hebt altijd, van Horeca Vlaanderen overigens, u hebt altijd gepleit voor helemaal open, niet alleen de terrassen, maar ook binnen. Nu is het vanaf 8 mei alleen de terrassen. En toch bent u tevreden? We hebben twee zaken gezegd. Onze voorkeur is absoluut binnen-buiten, zoals vorig jaar in juni met een protocol wat gewerkt heeft. Als dat niet kan, en daar moet een tussenfase, dan waren terrassen een optie voor zij die dat wensen, maar wel met behoud van ondersteuning, omdat dat moeilijk was. Nu, ja, we zijn enigszins tevreden, omdat het toch op 8 mei naar uitziet dat voor het eerste, en tegen dan na 201 dagen, er misschien eens een prikje zorgeloosheid in heel veel mensen op een terras wordt gespoten. Ja, behalve als het op 8 mei voor 3 weken regen en storm natuurlijk, hè, dan bent u blij met dat. Dat is altijd het risico, vandaar dat ik ook altijd voorstander was van binnen en buiten net, om dat probleem te kunnen oplossen. Nu, het is geen geheim, hè. Wij hadden 23 uur voorgesteld, wij hadden een aantal, we zijn ergens in het midden geland. Het is nog altijd een betere situatie als in Nederland, als in Luxemburg, die iets meer mogelijkheden geeft. En voor ons is dit een tussenfase om zeer snel de binnenruimte te kunnen opendoen, zoals we in juni vorig jaar gedaan hebben. Dat is nog altijd ons eind toe. Nu, jullie waren een beetje teleurgesteld na dat overlegcomité. U had al van tevoren wel ook gewaarschuwd dat u uw hart vasthield, hè, dat men onder druk te snel te veel zou gaan versoepelen. Hoe kijkt u? Heeft men te veel al het ventiel gelost? Goh, er moest natuurlijk gelost worden. Dat was in de maatschappij heel duidelijk. En dan probeer je te kiezen voor de dingen die veilig zijn en voor zaken die veilig kunnen georganiseerd worden. En daar hebben we toch ook al een hele weg afgelegd. Op buitenactiviteiten, dat zal wel meevallen wanneer je dat allemaal op dezelfde moment begint. Want anders krijg je concentraties van mensen die naar dat ene event dan naartoe willen. In een theater is dat natuurlijk perfect te regelen. Maar waar je vooral naar kijkt, is ook naar de binnenruimte. Ja, wanneer daar iedereen erover akkoord gaat zijn, dat net zoals jullie CO2-metingen, luchtkwaliteitmetingen, wanneer dat kan, dan zijn we een heel stuk verder dan zelfs dan vorig jaar. En dan kan je dat op een duurzame manier... Maar u zegt, hè, buiten kan het eigenlijk allemaal niet zoveel kwaad, maar toch ook voor buiten zag je toch nog altijd bij de overheid, de federale, de rem op maximaal 2500 buiten, terwijl de sector zelf zei, ja, in augustus moeten we misschien eens zo'n limiet kunnen festivals organiseren. Is de overheid dan te voorzichtig wat dat buiten betreft? Ik ben blij dat ze voorzichtig zijn. En langs de andere kant besef ik ook heel goed dat voor heel wat eventorganisatoren dat bijzonder moeilijk is om dan dingen te plannen. Maar u zou misschien daarin wat coulanter zijn. Dat is moeilijk te zeggen, dat hangt af van de cijfers. En ik denk wat de regering hier gedaan heeft, en Jan Jambon heeft dat ook zo gezegd, is, ja, we hebben op dit moment geen nee gezegd. Enfin, geen definitieve nee, we gaan het gewoon herbekijken om dan waarschijnlijk te kunnen komen tot een ja wanneer de sterren wat meer gunstig staan.
Wij mogen nu tot vanaf juni 200 mensen in de Schouwburg zetten. Dat is voor gesubsidieerde theaters als het onze een werkbaar. We hebben overigens onder alle omstandigheden gewerkt, maar collega's uit de vrije sector, ik hoorde het vorige week nog in de crisiscel van Stanny Krets, die hebben veel meer zaalbezetting nodig. Dus als we nu bewijzen met die testen dat die luchtkwaliteit goed is, dan hoop ik ook dat we heel snel kunnen zeggen dat die bezettingen omhoog kunnen. Ja, we gaan er zo meteen nog op terugkomen, maar ik wil jullie ook nog eens iets anders tonen, want vanaf morgen gaan ook de niet-medische contactberoepen terug open. We hebben dat eens op grafiek gezet, hè, met dus de pieken, de golven en de lockdowns, waar dus onder andere ook de kappers zijn dichtgegaan. Je zag als dat gebeurde dat dan de curves naar beneden gingen, tot twee keer toe. Nu gaan die contactberoepen en binnenkort ook de horeca weer in beperkte mate open, op een ogenblik dat we echt op een piek zitten. Met andere woorden, kunt u begrip opbrengen voor het argument dat dit misschien te vroeg is, meneer De Kalewij? Ik zie in de praktijk dat de terrassen al bestaan. Als je gisteren voorbij het Museum van Schone Kunsten wandelt in Antwerpen, dan is dat één groot openluchterras. Ik denk dat burgemeester De Wever daar gelijk in had. Als je ziet wat gisteravond op de kaaien is gebeurd in Antwerpen, dat politie bekogeld wordt van mensen die echt elkaar willen ontmoeten, dan ben ik er wel van overtuigd dat terrassen een veel veiligere oplossing zijn, waar op zijn minst uw tafels ontsmet worden, waar je op afstand van elkaar zit. En dat dat misschien dat volhoudmoment eigenlijk zal zijn voor mensen tijdens die vaccinatiecampagne. Nu is er compleet niks en het zal anders zijn, maar ik denk dat dat altijd beter is dan de situatie nu. Dus ik denk dat we een partner kunnen zijn, net om daar een beetje rem op te zetten. Kunt u zich vinden in dat argument? Want we moeten ons niet vergelijken met India, maar we hoorden toch wel dat het ontsporen daar onder andere te maken heeft met het opnieuw openstellen van de economie. Dat zou met dit niveau misschien hier ook kunnen gebeuren. Maar die beelden, ik heb ze gisteren ook op Nieuwsuur gezien, dat is afschuwelijk. Hè? Ik denk dat we echt nooit mogen vergeten dat het een drama is en dat die pandemie er is. We moeten niet doen alsof alles maar moet kunnen. Maar ik denk echt dat we na een jaar, na 15 maanden, naar een geïntegreerd maatschappijbeeld moeten kijken of een visie op wat kan er? Wat kan er veilig? En inderdaad, als het toch al gebeurt, hoe organiseer je iets veilig om te vermijden dat onveilige dingen zich toch organiseren? Maar dus uit de puur virologische logica stappen dan? Een geïntegreerd beeld, ja, er is meer, er is mentaal welzijn. Vindt u dat meneer Van Ranst en zijn collega's op dit moment te veel te zeggen hebben? Dat er te veel naar hen geluisterd wordt en te weinig naar jullie? Om het nu ik vind dat er te weinig naar de sector wordt geluisterd en naar het mentale welzijn van de mensen in het algemeen. En dat ik denk dat daar op een georganiseerde manier goede ontmoetingen organiseren, regelen, dat het draagvlak zou vergroten. En dat dat geen versoepeling is. De journalisten vragen natuurlijk altijd, wordt het dan een versoepeling of niet? Ik denk dat, nogmaals, dat je naar het brede plaatje moet kijken. Ja, dat vindt uw goede vriend Peter Mertens van PvdA overigens vandaag wel, hè, in de zondag. Dat u zich nog altijd te uitsluitend als viroloog gedraagt. Ik denk dat de meeste virologen enorm veel tijd spenderen aan samen te zitten met alle mogelijke sectoren. En iedereen rond de tafel zal dat hier kunnen beamen. Dus dat is een verwijt alsof dat we wereldvreemd zijn. Misschien kijken jullie te veel naar natuurlijk de feiten, de cijfers. Geert Meevroet zei het ook onlangs in een krant. Ja, we zitten aan een kant van de realiteit en dat is natuurlijk onze blik. Misschien is die blik natuurlijk te veel gericht op die cijfers en de ziekenhuisopnames. Je kan je permitteren om overal naar te kijken, maar wanneer op intensieve zorgen het overstroomt, dan moet je daar je blik echt wel op zetten. Want dan kan je niet zeggen van we gaan dat even negeren. Dat is onmogelijk om te doen. Die ventilatie dan, hè, waar u het al over gehad heeft, en wat jullie ook toepassen bij jullie in de KVS. En de vraag om dat misschien meer in rekening te brengen. Ook Georges-Louis Boucher, de voorzitter van EMER, die had ook het daarover. Ook een goede vriend van u. Ook een goede vriend van u, die had het daarover in de afspraak op vrijdag. On doit chercher tous les moyens qui permettent de rendre la liberté en limitant la circulation du virus. Un exemple, et l'EMR le demande depuis décembre, c'est ce que j'ai appelé les expérimentations tests, c'est de voir si avec les purificateurs d'air, avec un autre aménagement des salles, avec peut-être une modification de certaines habitudes sociales, on ne peut pas organiser la société autrement pour vivre malgré le virus. Les Pays-Bas, par exemple, ont investi 250 millions d'euros dans des purificateurs d'air, c'est pas par hasard. Ja, meneer De Kalewij, misschien kan dat nog een idee zijn dat de overheid ook de horeca helpt om ventilatie te installeren om dan meer en sneller mogelijk te maken. Er zijn altijd heel veel meningen. Hè, dat wij eigenlijk heel deze crisis gezien, kwamen we even Michael wat mee ondersteunen, want zij waren de enigste die ons gesteund hebben toen wij op 20 januari een oproep deden om 4 weken een harde lockdown te doen, om daarna net gradueel op te bouwen. Dan heb ik helaas buiten de collega's van cultuur en evenementen daar niet zoveel steun. Dus ik denk dat wij zeer realistisch zijn. Twee, wij werken nu in 3 fases. Dat is enerzijds
de terrassen, die we gradueel kunnen laten opbouwen. Ik denk dat het trouwens een goed idee zou zijn om misschien voor ieder overlegcomité eens met de burgemeester van de centrumsteden af te toetsen om geleidelijk aan dat uur te laten opschuiven, zodat je mensen motiveert om vol te houden. Dat is één. Twee, de binnenopening, zoals in juni vorig jaar. En meneer Van Rans was trouwens, ere wie ere toekomt wat dat betreft, de enige die dat in april al eens op tafel heeft geworpen, die ventilatie, ik praat van vorig jaar. Laat ons daarmee starten. De deuren staan open. In juni zijn de cijfers 6 weken na de opening van de horeca naar beneden gegaan. En dan komen we terug in dat najaar, wat een moeilijke periode zou zijn. En ook ventilatie ligt op tafel in ons Safe Springplan. CO2-meter aangewezen. Er zijn trouwens vandaag al regels hoe dat de ventilatie opwerkt en de binnenruimte moet. Zijn er al veel restaurateurs die daarin investeren op dit moment? Of zeggen ze, ja, we wachten eerst af tot het de regels. Er zijn mensen die zelf initiatief nemen, maar ik denk dat het altijd goed is om eerst het kader te kennen. Dat is voor ons die derde fase na de heropstart binnen in juni. En daar lopen gesprekken over om te bekijken hoe kunnen we verhinderen dat we terug op slot gaan. Dus heel veel van wat ik hoor is eigenlijk al rond de tafel waar we aan het werken zijn. Bijvoorbeeld, meneer de Kok, jullie zijn daar nu mee bezig. Heb je daar een idee van wat dat kost bij jullie, die ventilatie, die CO2-meters? Die ventilatiesystemen die zijn in de meeste theaters aanwezig. Wat wij nu doen met een bedrijf, Air Revisor, is de kwaliteit toetsen. We hebben daar een foto van, van zo'n CO2-monitor, als het goed is. Als de luchtkwaliteit bijvoorbeeld, die moet tussen de 30% en 60% blijven, zakt die en is de lucht te droog, dan verkleinen de particulen waarin het virus zich verspreidt en dan is het dus gevaarlijk. Is dat kostelijk? Dat organiseren, dat weet ik eigenlijk. Ik ben artistiek leider. Mijn collega Merlijn Erbuur, de zakelijk leider, heeft zich helemaal met dat bezig gehouden. Maar moet dat inderdaad niet meer bij de voorwaarden ook gestopt worden dat wie daarin investeert misschien beloond kan worden met een snellere versoepeling? Men heeft dat gedaan bij de contactberoepen. Hè? Die kappers die hebben allemaal een CO2-metertje aangekocht, €140 ongeveer. En die werken daarmee. En na een tijdje dan besef je van, oké, als ik het raam openzet en de deur, dan kan ik met twee personen daar veilig in werken. Dus daar zit een leercurve in. Maar je moet echt opletten, denk ik, dat je met die logica niet komt in de grote huizen, de rijke organisaties kunnen voort en de rest niet. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Je moet echt komen naar een menselijke wereld waarin iedereen, niet alleen de mensen met, maar kan deelnemen aan de samenleving en aan cultuur. Dus dat gaat ook over kleinere plekken. En we weten al zoveel meer dan een jaar terug over hoe het virus zich verspreidt, over hoe je moet gedragen, over hoe je publieken moet toeleiden, over hoe je afstand moet houden enzovoort. Is dat ook niet de frustratie, inderdaad, wat Boucher ook een beetje aanhaalt, dat het nog te veel de logica is open of dicht, terwijl er na een jaar misschien wat meer creativiteit zou kunnen komen? Die creativiteit, ik zie die bij onze mensen iedere dag. Als ik gisteren de krant opensloeg van hoe dat mensen al rond de terrassen werkten. Maar ik denk in die derde fase, want voor alle duidelijkheid, onze sector is bijzonder zwaar getroffen. Wij vragen niks voor niks die steun, omdat het geldbegrip eindigt soms als uw rekeningen in het rood staan. Maar ik denk in die derde fase dat we misschien wat moeten afstappen. Dan praat ik richting 1 oktober van de ondersteuning naar eigenlijk misschien een Vlaams ventilatiefonds. Misschien is dat iets waar we op een hele andere manier onze ruimte, maar ik denk ook scholen, noem maar op, dat is toekomstgericht investeren om dit te voorkomen in de toekomst. Misschien is dat eerder een rol die een overheid absoluut wel kan opnemen. En ik heb zelf heel uiteenlopende systemen gezien, van duur tot niet. We hebben altijd gezegd, er is nu geen geld. De CO2-meter is aangewezen. Dat is iets wat iedereen op deze moment kan doen. En laat ons in de zomer verder kijken voor die derde fase, hoe dat we duurzaamheid kunnen garanderen. Maar intussen op iets korte termijn, en om af te ronden, het nieuwe richtcijfer is nu natuurlijk minder dan 500 mensen op intensieve zorgen. We zaten gisteren op 875. Hoe realistisch is het om te denken dat dat kan tegen eind mei? Mathematisch kan dat nog. En praktisch. Nee, ik denk inderdaad dat... ik zeg dat graag, die man. Ja, dat is de voetbalmetafoor. Ik heb dat al een paar keer gebruikt. Ik denk niet dat dat onrealistisch is. Wanneer je die dalingen bekijkt, dan hebben we zulke dalingen ook nog wel gezien. Dus onrealistisch is het. Jan Bon zei wel, in de loop van juni, zei hij. Het is heel belangrijk dat hij er geen datum op plakt. Dat heeft men ondertussen wel geleerd. Doelen en geen datum. Doelen en geen datum. En eigenlijk zeggen we dat met de GEMS al een hele tijd. Ja, dat is eigenlijk een barometer. Ja. Dus dat is veel veiliger dan te werken met datums die de meeste mensen teleurstellen. Ja. Misschien nog even kort ook meegeven dat er op 30 april ook een uniek project is. Madame Bovary, een film op Canvas, VRT Nu, dat jullie hebben gedraaid, gemaakt. Kwestie om te zeggen dat theater toch nog altijd zijn weg kan vinden, ook al is voorlopig nog, jammer genoeg, op die manier. Maar we kijken uit naar de toekomst. Geventileerd of niet, Helen, dank je wel. Goedemorgen, ik ben Jan Vermeijlen, auteur van het boek Fillers zijn Killers. En zoals u ziet zit ik nu in de Zoom-positie. Dit is een betere positie.
Straks meer daarover in de zevende dag. Hallo allemaal, ik ben Valérie van Peel. Momenteel zijn de kinderen nog het ontbijt aan het maken en de hond moet ook nog buiten. Maar daarna kom ik direct naar de zevende dag om te praten over de strijd tegen kindermishandeling en het beschermen van het ongeboren kind. Tot zo! Maar eerst toch nog even terug naar die terrasjes. Wij moeten dus wachten tot 8 mei, maar in Nederland is het nu woensdag al zover. Dan mogen de terrassen terug ingepalmd worden, maar liefst niet door de Belgen, liet de Nederlandse minister van Volksgezondheid verstaan. Die ziet ons liever nog niet komen. Klinkt helder, maar in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau levert dat toch vooral wat absurde situaties op. We staan hier dus nu in Baarle-Hertog, Baarle-Nassau. Dat is één gemeente. Baarle-Nassau is Nederlands grondgebied, Baarle-Hertog is Belgisch grondgebied. De grenzen van België en Nederland die lopen hier kriskras door alle gebouwen en door wegen. Aan die kant waar u staat is het Nederland en hier is het België. De terrassen dus in België mogen voorlopig nog niet open en in Nederland wel. Dus links van de kerk mag de terras wel open, rechts van de kerk mag die niet open. Dat is vervelend. Gelukkig weten onze Belgische horeca-mensen dat het al maar 8 dagen later is. Maar het blijft vervelend natuurlijk. Ik ben Monique van der Krocht, eigenaresse van Café Pleintje. En ik ben Mandy Driessen, eigenaresse van de Hapjeskamer. En wij zitten in Baarle-Hertog, België. Stiekem ben ik een beetje jaloers op mijn Nederlandse collega's. Ja, we willen allemaal graag ons werk terug, ons leven terug. En helaas, wij moeten nog even wachten. Maar ik ga daar wel gezellig zelf ook even stiekem naartoe. Je bent bij Café De Pomp in Baarle-Nassau, het Nederlandse gedeelte van de enclave. We hebben er lang op mogen wachten, maar we mogen nu van 12 tot 6 weer een kopje koffie verkopen. Hè? Dus ik kijk er echt weer naar uit om mijn klanten terug te zien of om mijn gasten terug te zien. Ik zal het niet gaan vragen of ze uit Nederland of uit België komen, want er zijn hier ook mensen met een Belgisch accent die in Nederland wonen en zowel Nederlanders die in België wonen. Ik heb in de regels ook niet echt gehoord dat ik om een identiteitsbewijs moet vragen. Ik woon in Baarle-Hertog en ik ga misschien wel van het terrasjes genieten van de week. Ik ga inderdaad van het terrasje genieten. En als de grenzen in België dicht waren, mocht er België niet meer in. Dus dan deden we als in Nederland, omdat we niet naar die kant van de grens konden. Ja, nu is het dan ook maar zo dan. Ik heb een idee zo van, laat de mensen nou eens lekker vrij. Laat ze nou eens doen wat ze zelf willen. En iedereen kan zijn verstand gebruiken. Of ze in Baarle-Nassau gaan handhaven op de Belgen die naar de terrassen gaan in Baarle-Nassau? Waarschijnlijk niet, want er is nog geen wetgeving over. Wij mogen naar Nederland gaan vanuit België. We moeten niet massaal van België naar Nederland gaan om daar op terrassen gaan zitten. Dan krijgen we enorme bewegingen. Voor Baarle-Hertog en Baarle-Nassau vind ik geldt dat niet, want dat is ons dorp. Dat is niet leefbaar als we dat heel strikt zouden gaan doen. Ik denk dat de terrasjes in Baarle-Nassau dat inderdaad vol gaan zitten volgende week. Ook met mensen van Baarle-Hertog. Doing the Eurovision has always been my dream, but health and safety are priorities now, and there will be a next time. Release me. Don't talk, go away. Release me. Dat was vorig jaar Release Me, Hooverphonic, op het alternatieve online Eurosongfestival, want het echte festival was geschrapt door corona. Nu komt er een herkansing met Hooverphonic, nog altijd zonder publiek, maar wel echt live op het podium. En welkom Gijke, Raymond en Alex. Hooverphonic. Dus, Gijke, want ja, er is op een jaar wel veel veranderd. Om te beginnen, jij bent er weer bij. Voelt dat nog altijd als thuiskomen? Dat is nog altijd als thuis zijn ondertussen, ja. Ik voel me heel goed. We hebben de plaat klaar ondertussen. Ja, ja, ja. Die komt uit en ja, alles is heel spannend. Maar ja. Onmiddellijk ook wel heel veel druk, hè? Want ja, dat Eurosongfestival, daar is letterlijk alle ogen van de wereld op je gericht. Ja, met de vooropname van de song die ook moest gebeuren, heb ik dat wel nog eens even gevoeld. Verder kan ik dat redelijk goed afsluiten. Ja. Maar ik kijk er wel naar uit, het moment zelf. Het was vooral hilarisch toen we eigenlijk aan het babbelen waren om terug samen te werken. Hadden we dat ze nog niet direct tegen haar gezegd zo, en 2 dagen later zeiden we, by the way, we gaan ook naar Rotterdam. En zeiden ze, ja, gewoon reality check. Zo. Ja, ja. We gaan eens luisteren naar de song die jullie gaan brengen. Hè. De
geschreven. Het is niet biografisch. Hè? Nee, het is voor niemand van jullie. Nee. Maar er wordt wel gezegd en geschreven, dit is vintage Hoover-Fonnik. Ja, tuurlijk dat. Ja. Maar ik vind die, er zit toch geen... Misschien mens nodig niet direct, maar dat is echt wel. Ik vind dat er heel veel emotie in zit in dat nummer. En, maar ook de drums, de gitaar. Ja, die twang-gitaar. Ja, het is wat... Eigenlijk, het retrofuturisme hebben we nu wel gebruikt. Hè. Het is sowieso... Jackie Kane revisited, als het ware. Die twang-gitaar is natuurlijk heel vintage. Mm-hmm. Hoover-Fonnik en natuurlijk de stem van Gijken is ook de meest iconische stem, volgens velen. Het is te lang weg geweest, hè? Dat vinden veel mensen, ja. We zijn al sinds alle drie heel blij om terug samen te werken. Maar het is wel effectief. Maar langs de andere kant vind ik dat de productie van The Wrong Place ook wel nu is. Dus het is zowel een hele goede combi tussen wat... Het is nu, maar toch wel zonder ons zelf te verloven. Ja. Remo, zo'n Eurosongfestival, blijft dat belangrijk voor een toch wel gezette groep als Hoover-Fonnik, een gekende groep? Oh, man, belangrijk. Het is gewoon fun, hè? Het is gewoon fun, eigenlijk. Ja. Eigenlijk wel. We kunnen ons nu wel eens even... We gaan de wereld nog eens laten zien, maar we zijn al wel ergens wel V-plaatsen gekend. Zo, dus. Het is gewoon fun. Het is gewoon uiteindelijk fun. Zijn we gewoon al jaren fan van dat festival. En heel veel mensen vinden dat bizar dat wij toch wel een groep die uit de alternatieve kant komt. Zo. Maar ik heb al sinds kindsbeen altijd naar het Eurosongfestival gekeken en ik doe dat nog altijd met heel veel plezier. Ik hou van dat contrast. Ja. En dat was gewoon wel eens een droom om dat eens ene keer niet vanuit mijn zetel te bekijken, maar gewoon door zelf te zijn. Hou jij daarvan, Gijken, tussen al dat jong en zot geweld, pluimen in gat? Ja, uiteindelijk wel. Ik ben blij dat ik zo teruggezweerd geweest ben in mijn kindertijd. Ik heb wel zin erin. Inderdaad, ze zijn van alle... Ja, we hebben toch al iets gewonnen eigenlijk. Hè? Want we zijn eigenlijk 1, 2 en 3 op het gebied van leeftijd. Ah, ja. Op het Songfestival. Alex is een tweede en Gijken is een derde. Dus dat toch iets. Ik ga zeker niet naar jullie leeftijd vragen. Nog wel een ander punt. Hè. Mei wordt een beetje de Hoover-Fonnik maand. Hè. Er is het Songfestival, er is de nieuwe plaat. Ja, klopt. Maar er is ook in Hometown Sint-Niklaas een tentoonstelling. Klopt. 26 jaar Hoover-Fonnik. Ja. Ik vind dat wel een beetje een vreemde leeftijd, 26 jaar om het te doen. Het was allemaal de bedoeling om het op 25 te doen. Het was ook de bedoeling om vorig jaar Mad About You hebben we gelukkig wel kunnen uitbrengen, maar we gingen ook toeren met The Magnificent Three. Nu zullen we nog 5 jaar moeten wachten om het terug te doen. In deze tijden is niets nu meer, niets meer bijzonder. Maar het is wel tof. Ja. Het is een initiatief van de Casino, de club in Sint-Niklaas, die zelf ook natuurlijk geen concerten mogen organiseren. En die zeiden van, we zouden graag een... Ik vond het in het begin wel confronterend. Zo van, goeie, een expo. Dan zijn we dan echt zo oud? Maar het was wel heel boeiend om terug zo te grasduinen in ons archief. En ik ben zo iemand die alles heel goed bijhoudt. Dus ook de kleren. En het was wel heel fijn om terug door alle demo's te gaan. En het is wel een feest. Nog één vraagje voor jullie gaan spelen. Jullie spelen in Rotterdam op 18 mei. Voor de 3000 mensen toch? Toch. Waarschijnlijk wel. Maar natuurlijk, maar tegenwoordig mogen we niets niet meer zeggen. Maar voor miljoenen voor de televisie uiteraard. Vorig jaar op dat alternatieve Songfestival waren jullie 5. Wat is nu de heimelijke droom? We hebben geleerd dat vorig jaar hebben we vooral geleerd dat je er eigenlijk vooral geen staat op kunt maken. Bij de bookies deden we het heel slecht vorig jaar. En bij de publieksvote waren we 2e en bij de juryvote waren we 9e, dus 5e in totaal. We hebben uiteindelijk geleerd dat je eigenlijk niets kunt controleren. Dus het enige wat we kunnen doen is het beste van onszelf geven en ons amuseren. En we gaan 2 weken in quarantaine in een hotel zitten in Rotterdam. Er zijn slechtere dingen in het leven. Ja, wij gaan alvast duimen voor jullie. Gijken en Alex, jullie gaan nu unplugged. Die song spelen jullie mogen naar het podium. En dus nog meegeven dat er in de maand mei absoluut niet te ontkomen valt aan Hoover-Fonnik. Op 18 mei dus die halve finale in Rotterdam, een nieuwe plaat en ook die tentoonstelling in Sint-Niklaas. En dit is dus The Wrong Place.
Botox en fillers, niet alleen in L.A. zijn ze graag gezien. Ook steeds meer Vlamingen smullen ervan. En dat komt ook door corona. Alles komt door corona tegenwoordig. Het is het ideale excuus om meer te eten en te drinken, maar blijkbaar ook om te spuiten en te vullen. Dr. Jan Vermeijlen, diensthoofd plastische en reconstructieve chirurgie van het AZ Turnhout. U hebt ook een privépraktijk, Clinica Doro, de Gouden Kliniek. Doet u ook gouden zaken in deze tijden? Wel, dat is tweeërlei. Hè. Dus door het feit dat corona ons genoodzaakt heeft om een hele periode te stoppen. En ook door het feit dat we nu veel langere periodes laten tussen verschillende patiënten, zodat die elkaar niet meer tegenkomen, heb je dus minder mensen die u zien. Maar je hebt wel meer mensen die willen komen. Wel, dat is duidelijk een tendens nu. U zei dat net ook, hè, in wat wij dan de straksfee noemen, dat heeft met het zoomen te maken en met allemaal die voor onze computer moeten vergaderen. Ja. En dan dus vooral één ding zien, dat is onszelf. Ja, dat is één reden, de zoomboom, zoals we dat noemen. Wat is daar het probleem mee? Het feit is dat je dus op een laptop meestal een eigenlijk slechte positie aanneemt. Dus je kijkt naar beneden. Nooit goed. De jonge dames, vooral die de selfies nemen, die weten dat ze naar boven moeten komen om een perfecte pose te hebben. Maar dus het naar beneden kijken confronteert mensen met zichzelf. En hetgeen dat zij zien is vooral de hals en het onderste gedeelte van het aangezicht. En wat zegt u dan tegen hen? Koop je liever een nieuwe laptop? Zet die laptop wat hoger in plaats van echt een ingreep te doen? Ja, ik zet die voor mijn grote spiegel en ik toon hun wat het probleem is. En als zij het in 90 graden, als dat probleem nog steeds aanwezig is, dan is dat inderdaad mogelijk om daar iets aan te doen. Maar als dat dan opgelost is, dan is de oplossing erg simpel geworden. Hè. Dan is het gedaan. Hè. Ja, wat boeken onder die laptop zetten, dat kan inderdaad helpen. U schreef ook een boek. Hè. Ik kan dat boek daar ook onder zetten. Hè. Fillers zijn killers. Ja. Wat een dramatische titel. Ja. Wel, de dramatische titel is eigenlijk bedoeld om de aandacht ook daarop te vestigen. Maar zijn het ook killers? Men moet dat zien als zowel fysisch als, maar vooral psychisch eigenlijk. En het feit dat er zeer veel van die producten soms gebruikt worden, zeer extreme wensen zijn bij steeds jongere mensen, doet de identiteit van de persoon vervagen. Want ik hoor altijd wel zeggen, zo'n fillers, dat zijn zo'n dingen die je bijvoorbeeld inderdaad in je lippen kan spuiten. Ja. Dat is natuurlijk materiaal, dat verdwijnt. U biedt het ook aan op uw website. Dus op zich denk ik, dat kan het toch niet dodelijk zijn, want dan gaat dokter Vermeijlen dat niet doen. Nee, ik ben voorstander van het gebruik van fillers en van botox en zo verder. Maar ik ben tegen het overconsumptie. En dat zijn producten die nog niet zo lang op de markt zijn eigenlijk. Hè. Dus botox wordt 20 jaar gebruikt in de esthetische geneeskunde. De fillers zijn eigenlijk pas echt goed geworden een tiental jaar geleden. En nu worden die enorm frequent gebruikt en we zien dus een enorme toename tijdens de laatste jaren. Ja. Op 5 jaar tijd is er 50% toename in fillergebruik. Je ziet natuurlijk veel bekende mensen die van alles laten doen. Hè. Botoxen en fillen ongetwijfeld. Hè. Een paar voorbeelden. Courtney Cox, die we allemaal kennen van Friends. Demi Moore, Meg Ryan. Dat zijn eigenlijk mooie vrouwen die er niet beter op geworden zijn. Hè. Dan denk je altijd, waarom gaan die naar Jan? Die gaan natuurlijk niet naar Jan. Nee, nee. Waarom dat ze dat doen, is heel moeilijk te zeggen. Voor de jongeren vooral is het de sociale media die een hele belangrijke rol spelen. Als zij iemand zien, zoals hun idolen, zoals de Kardashians, als ze die zien en die hebben ofwel een Brazilian buttlift, ofwel een worstvormige... Ja, we hebben een Instagram van Kylie Jenner, die eigenlijk haar arts bedankt eigenlijk voor haar lipjob, zeg maar. Ja, wel, als een influencer zoiets doet, dan gaan er allicht heel wat mensen dat volgen. Iedereen heeft ik ga dat niet volgen, dat zijn jonge mensen. Het zijn vooral jongeren die dat gaan volgen. Die dat niet nodig hebben. Een jong, fris, mooi gezicht. Wat moet je daar nu gaan aan veranderen? Dat is geïndiceerd in de zaken waar er beperkte correcties kunnen gebeuren. Dan zijn dat dus zeer goede producten. Maar van het moment dat men begint te overdrijven, dan gaat men, zoals de ondertitel van het boek zegt, gaat men over de dunne lijn tussen de beauty en het beast. Hè? Ik heb altijd wel horen zeggen, voor mij is te laat, botox moet je doen voor je eerste rimpel krijgt, dus op je 18. Nee, daar zijn dus verschillende meningen over. En ik begrijp die mening, want rimpel ontstaat door het gebruik van die spieren. Het frequent gebruik van spieren zal rimpelvorming veroorzaken. Dus als men die spieren preventief zou gaan stilleggen, dan heeft men zogezegd minder kans om rimpels te volgen. Daar kan ik enigszins inkomen. Waar ik wel een probleem heb, is dat als we 20 jaar lang spieren gaan stilleggen, gaan die atrofiëren.
Dus die gaan wegsmelten. Die gaan wegsmelten. Dat is goed, want dan kan er ook geen rimpel meer komen. Nee, dat is niet goed. Nee. Je ziet mensen op de intensieve zorgen. Na een week is al de helft van hun spiermassa dikwijls verdwenen. Als dit gebeurt, ter hoogte van een aangezicht, ter hoogte van een voorhoofd bijvoorbeeld, dan zal de schedel veel duidelijker zichtbaar worden. En dat toont oud. Ja, dat is ook niet goed. Iemand die daar wel jong aan begonnen is, en ze is nog altijd jong, hè? Bichetta Martoufi. Goedemiddag intussen, denk ik. Jij bent 19. Prachtig gewoonweg. Je werkt in het schoonheidssalon van je mama. Wat heb jij allemaal al laten doen? Enkel mijn lippen. Verder nog niks. Ja. En waarom vond je dat nodig? Ik was daar eigenlijk niet echt onzeker over, maar ik vond dat eigenlijk mooi. En dat was ook een trend, dus ik dacht, dat wou ik eigenlijk ook wel doen. Maar je doet het nog altijd? Ja, af en toe, om het een beetje te onderhouden. Ja, want op welke leeftijd heb jij het gedaan dan voor het eerst? Ik ben op mijn 17 ermee begonnen. Ja, vond je dat niet een beetje vroeg? Vind je dat niet een beetje vroeg? Goh, eigenlijk vond ik dat niet echt, want dat was toen een trend. En er waren ook veel jonge meisjes die dat deden, dus daar heb ik zo niet echt bij nagedacht toen. Ja, vind je dat het later zou moeten, dat je er inderdaad meer zou moeten over nadenken? Ja, ergens wel, want jongere meisjes zijn er misschien wat naïever over, maar er zijn ook veel meisjes die zijn daar wel onzeker over, en dat is misschien wel een goede oplossing dan. Dus. Want men zegt wel eens dat het verslavend werd. Heb je dat ook al bij jezelf gemerkt, dat je misschien altijd maar sneller toch wil bijspuiten? Ja, dat wel. Het is wel verslavender, want als je dat hebt, dan na een tijd zie je dat eigenlijk niet meer bij jezelf. En dan denk je van, oh, ik wil opnieuw laten doen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Ja. Is dat ook niet duur? Ja, het is wel duur. Ja. Hoe betalen jonge meisjes dat dan? Ja, werk, zijn dat dan de mama's die sponsoren? Dat kan, ja. Sommigen werken ervoor, sommigen krijgen het geld van hun ouders. Ja. Ga jij, denk je, op termijn nog dingen laten doen? Misschien later, botox of zo, maar dat is nog niet voor nu. Oké. Je ziet er al sinds prachtig uit, Bichetta Martoufi, dus hou dat vooral ook zeker in gedachten. Is het inderdaad verslavend dat ze te snel terugkomen? Ja, wel, dat zijn ook verschillende redenen voor. Dus men is gelukkig dat men iets laten doen heeft. Men krijgt applaus van zijn omgeving. Vertellen zij dat? Want ik denk dat de meeste volwassen vrouwen dat niemand vertellen. Dat is een zeer groot verschil tussen de oudere dames, laat ons zeggen, van boven de 30, 35. Oudere dames van boven de 30, wat bent u goed voor onszelf beeld. Nee, de jongeren zien dat als een statussymbool. Dus dat zijn twee categorieën. De jongeren zien dat als een statussymbool en zijn zeer fier dat ze iets hebben laten uitvoeren. Doen ze daarom ook dat die lippen, dat zo opvalt? Want ik denk altijd, dat is te veel. Het moet duidelijk zichtbaar zijn. Dat komt uit de statistieken uit, dat zij dat daarom laten uitvoeren. En ten tweede, zoals de jonge dame daar zegt, men merkt niet meer dat er iets gebeurd is. En men gaat dus redelijk vlug gaan laten bij inspuiten. Men vergeet hoe men was. Ja. En moet men dan die leeftijd optrekken? Want zij was eigenlijk 17, dat is volgens mij nog te jong, want ze moet nu al 18 zijn. Ja, in België, normaliter moet men 18 jaar oud zijn. Ik vind dat eerlijk gezegd nog erg jong. Ze zijn natuurlijk wat altijd... Wat zou je voorstellen? Tot de 21 zelfs. Maar ik weet niet of dat daar een draagvlak voor is. Maar eigenlijk moeten wij als artsen, als plastisch chirurgen, dermatologen en esthetisch artsen, de patiënt soms beschermen tegen zichzelf. Ja, als u ze wegstuurt, gaan ze gewoon op de hand. Ja, dat klopt. Ja. Stuurt u ze weg? Ja. Ja, absoluut, ja. En herhaaldelijk, ik ben nu 30 jaar plastisch chirurg, herhaaldelijk komen er nu patiënten bij mij terug en die zeggen van, u hebt mij zoveel jaar geleden geweigerd, ik ben u daar heel dankbaar voor. Maar nu is het tijd om eraan te werken. Nu kom ik bij u terug, hè. Kort nog, we hebben het al heel veel over vrouwen en meisjes, maar hoe zit het met de mannen? Komen die ook meer en meer bij u? Niet echt. Het percentage blijft hetzelfde. Het blijft ongeveer 10%. Ja. Maar 10% van een toenemende aantal... Groep. Dus in aantal zijn er dat inderdaad meer. Ja. Op procentsgewijs hetzelfde. Oké. Zien wat de toekomst brengt, of daar inderdaad een draagvlak voor is. Ondertussen kunnen ze misschien al nadenken over wat u allemaal schrijft in uw boek. Hè. Fillers en killers. Dokter Jan Vermeijlen, dank je wel. Dank u. Ik heb gisteren een pakje wasco's gekregen. Een speciaal pakje wasco's, want bedoeld om mensen en gezichten in alle mogelijke huidskleuren te kunnen tekenen. En hoe zo'n klein pakje wasco's de wereld een beetje een aangenamer plek kan maken, dat toont Linde Merkpoel in haar vlog. Koekoek. Hallo. Ik heb onlangs iets gekocht, namelijk
dit. Het zijn wasco's, maar wel van het speciale type. Het is Stationery for the Skin You're In. In zo'n één doosje zitten 12 wasco's. Allemaal schone kleuren, gaande van superwit naar superzwart. Ik vond wel een tof idee dat mijn dochter later een tekening kan maken met alle huidskleurtjes die er mogelijk zijn. Ik ben blij met mijn aankoop, echt heel enthousiast, dus ik zet er een story van op mijn Instagram. En ik krijg daarop keiveel reacties, onder andere van Elke. Elke die is kleuterjuffrouw geweest en als zij in de klas aan haar kleutertjes vroeg om zichzelf te tekenen, dan zeiden die vaak tegen haar... Ja, maar juf, ik heb de juiste kleur niet. Ik denk dat ze een stukje van hun identiteit verliezen als ze dat al niet vinden. Als zelf tussen al die kleurtjes die daar liggen, hun huidskleur niet ligt. Wat ik ook heel vaak lees in de reacties, is dat deze kleur... Dat is dan ja, mijn kleur, zalmroze of zo noemen ze dat. Dat dan nog altijd huidskleur wordt genoemd. Alsof er maar één huidskleur is. En ook Felice was super enthousiast over die kleurtjes. Ze had er zoveel over te vertellen dat het beter leek om gewoon even af te spreken. Dag Felice. Amai, met de step. Cool. Cadeautje. Alsjeblieft. Dank je. Daar zijn ze. En dat is voor mij. Dat is voor u? Dat is kei lief, dankjewel. Had ik dat gehad in school, was ik een pak blijer geweest. Vroeger hadden we alleen het bruine kleurtje en het huidskleurige kleurtje. Maar het huidskleurige kleurtje... Roze. Ja, zalmroze. Ja, zalmroze. En als we dan vroeger het huidskleurige kleurtje moesten pakken, dan pakte ik bruin. Maar dan werd de juffrouw boos op mij, want dat was niet huidskleurig. Dus vanaf kinds af aan word je eigenlijk al aangeleerd van... Huidskleur is beter. Allee. Maar als je dan bijvoorbeeld een aapje moest kleuren, moest je bruine kleurpotloodje pakken. En dan op de speelplaats, je kent daar kinderen. Ah, je bent een aapje, want jij bent bruin. Of jij bent kaka, of jij bent choco. Ja, allee. Dat is niet leuk. Dat is absoluut niet leuk. Ik heb er altijd een haat-liefde-relatie mee gehad met het huidskleurig potloodje. Het is eigenlijk gewoon een veel groter iets. Ja, als je blank bent, maak je daar geen zorgen om, want het is allemaal heel normaal. Je hebt huidskleurige kleurtjes, huidskleurige pleisters. Ja, gewoon alles. Speelgoed, boekjes, folders, gewoon alles was zo wit. Dan soms was er dan wel een bruine persoon of iets, maar dan kwam die meestal van een heel ver land. En die kon geen Nederlands. Ik vond dat oneerlijk. Onbewust zegt dat tegen u van, die is niet belangrijk. Ja, ik vind de kleurpotloodjes dat al een grote verandering is, omdat kinderen dan kunnen zien van, ah oké, er zijn meer huidskleuren. Ik kan kiezen, dat maakt niet uit, het is oké. Want iedereen is hetzelfde. Zullen we eens checken of uw kleur ertussen zit? Ja, ik denk het wel. Deze ongeveer. Ja, dat is hem. Hoe voelt het? Gewoon, ja. Ik vind dat heel leuk dat dat bestaat. Felice, nog super veel succes. Dankjewel. Maak een mooie tekening. Oh, dat ga ik sowieso doen. Sowieso. Dankjewel voor de kleurtjes. Als je ziet dat een moeder die heroïne verslaafd is, kinderen blijft maken, die kinderen door een rechter steeds worden afgenomen omdat het onveilig is. Die kinderen met stoornissen, met verschijnselen, die afzien bij geboorte, dan stel ik mij toch wel de vraag, moeten we hier niet ingrijpen? Hè? Conor Rousseau bij Pieter-Jan de Smet in Ter Zake begin februari. Hoe kunnen we ongeboren leven dat al in gevaar is beter of best beschermen? Daarover is de politiek nu aan het nadenken. En bij ons drie van hen, hè. Celia Groothedde, Vlaams parlementslid voor Groen en ook bekend als Celia Ledoux, denk ik bij veel mensen. Joachim Koens, voorzitter van CD&V en Valérie Van Peel, ondervoorzitter en federaal kamerlid voor N-VA. Mevrouw Van Peel, vorig jaar hebt u al een beetje een wetsvoorstel ingediend daarover, samen toen nog met John Crombie, ooit nog SPA-voorzitter. Dat was ook een driestappenplan.
Ja, dat klopt. En dat zat eigenlijk in een reeks van voorstellen die John en ik toen hebben genomen om betere bescherming te hebben van zowel het ongeboren leven, maar ook om kindermisbruik en kindermishandeling verder aan te pakken. En dit was een voorstel specifiek om te proberen vermijden dat er nog drugsbaby's worden geboren die vanaf hun geboorte eigenlijk de eerste weken van hun leven moeten afkicken van de drugs van hun moeder en daar vaak eindigen met heel veel psychische, mentale en fysische problemen ook. Dus dat zijn kinderen die eigenlijk geen start krijgen. Ja. En we grijpen daar vandaag, denk ik, te weinig in. Sowieso te laat. We zitten met een beleid dat zich vooral focust op achteraf proberen de schade een beetje te beperken. Maar veel houdt ons tegen om te proberen voorkomen. Ja. En dat jullie wilden vooruit gaan. Raad van State zei pas op. Dat is zowel federale als Vlaamse materie. U hebt daarvoor nu een werkgroep toen opgericht met Harry De Pauw van Child Focus als voorzitter van die werkgroep om dus tot een soort consensus te komen. Maar het is zo, en dat is spijtig genoeg met veel in ons land, dat inderdaad ook de aanpak van kindermisbruik en mishandeling dat die over de beleidsgrenzen heen gaat. Justitie en politie zit bijvoorbeeld nog federaal. En dat je daar verschillende meerderheden hebt en dan de schrik, en ik heb het vaak zien gebeuren, dat de partijpolitiek het dan overneemt zodat er eigenlijk niks gebeurt. Dus ik heb met die werkgroep twee zaken proberen doen. Dat is om over de partijgrenzen heen te kijken, zien dat je een draagvlak hebt, los van meerderheid en oppositie, en experten mee aan tafel krijgen, zodat je echt die omslag globaal kan maken. Maar die werkgroep gaat over veel meer dan enkel het ongeboren kind. Ja. U zit ook in die werkgroep, hè, meneer Koens. Uw partij zit daarin. En uw partij heeft ook een eigen voorstel van de week ingediend via het Vlaamse parlement. Er moet dus ingegrepen worden, ook voor uw partij, wanneer het leven van het ongeboren kind in gevaar is. Ja, absoluut. Welke manier dan ook. Uiteraard is voor ons als Christen-Democraten het leven, en zeker het kwetsbare leven, heel belangrijk en hoe dat we daar kunnen op inzetten. We hadden vorige legislatuur ook met Sonja Beck een voorstel in de Kamer. Nu is er een conceptnota, zoals u zegt, van Katrien Schrijvers en andere parlementsleden in het Vlaams parlement. En hoe definieert u in nood? Gaat het alleen over dus, drugsverslavingen? Dus, zoals Valérie zegt, het is belangrijk om te zien hoe het Vlaams, federaal, verschillende meerderheden, minderheden. Ik denk dat we allemaal bezorgd zijn om de kwetsbaarheid van kinderen. En dat begint niet vanaf de geboorte, dat begint daarvoor. Het is al voor de geboorte dat er de eerste 1000 dagen van een kind tot aan zijn 2 jaar zijn cruciaal voor hoe hij of zij zal later ontwikkelen. En dus is het ook belangrijk dat we dat in de periode van de zwangerschap ook al kunnen opvolgen met zorgaanbod in eerste instantie, omdat er problematische gezinssituaties kunnen zijn, ruime gezinssituaties, problematische gezondheidssituaties. Het gaat dus niet alleen over verslavingen? Nee, het gaat niet alleen over verslaving, alcohol, drugs, geweld, maar het gaat ook over geweld, situaties die moeilijk zijn, waarin dat een kind kwetsbaar is, het ongeboren kind, en nadien het geboren kind. Dus ik denk dat we dat moeten doen. En in Vlaanderen bijvoorbeeld heb je zowel de gezinshulp als de jeugdhulp, begint vooral als er kinderen zijn. En dus ik denk dat we dat moeten vooral verschuiven. Er zijn een aantal pilootprojecten, onder andere in Brussel, om dat al te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat verschuiven naar voor er kinderen zijn. Inderdaad, daar wordt ook gezegd dat we moeten die zwangere moeders in nood detecteren en hen bijstaan, versta bijvoorbeeld, hen laten afkicken, helpen daarbij. Is dat inderdaad de eerste belangrijke stap? Is die moeders zo snel mogelijk in een soort zorgtraject trekken en ze helpen om van die verslaving bijvoorbeeld af te geraken? Joachim heeft gelijk. Hè. Wat ons hier rond die tafel verenigt, is dat wij allemaal vinden, als uitgangspunt, dat elk kind recht heeft op een veilig en warm en liefdevol nest ook. En dat dat ook ervoor zorgt dat ze voor de toekomst veel meer kansen krijgen. Ik heb daar zelf ook helaas heel veel ervaring in en ik ken dat van binnenuit. Ja. Wat mij wel opvalt, en ik ben blij dat je dat aanhaalt, is dat er hier in het politiek debat altijd wordt gefocust op eigenlijk een heel kleine groep. Als we het specifiek hebben over die zwaar verslaafde moeders, dan zijn er eigenlijk heel weinig schattingen om hoeveel vrouwen dat gaat. Ja, maar goed. Of dat het nu over veel vrouwen gaat, over weinig vrouwen. We moeten er zo voor zorgen. Ja, ja, ja. Maar vindt u dan bijvoorbeeld dat artsen daarin meer hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en dat detecteren, dat misschien ook signaleren van dit is een zwanger vrouw die verslaafd is bijvoorbeeld, dus dat heeft ook impact op dat ongeboren leven. Moeten artsen meer een soort meldingsplicht krijgen?
Dan zitten we weer in iets heel anders. Hè. Het zorgtraject in de eerste instantie is heel erg belangrijk. En op dit moment schiet het daar eigenlijk al tekort. Daar heb ik ook een paar heel concrete voorstellen om ervoor te zorgen dat de overgrote meerderheid van de vrouwen, die een veelvoud zijn van waar het hier aan tafel gaat, die zorg willen, dat daar onmiddellijk ook zorg voorhanden is. Want dat is op dit moment niet zo. Als een verslaafde vrouw wil afkicken, dan kijkt zij op dit moment aan tegen een wachttijd van maanden, zelfs een jaar. Terwijl als iemand wil afkicken die verslaafd is, dan moet je dat window of opportunity onmiddellijk aangrijpen. En daarvoor ben ik wel heel blij dat dat op de tafel komt. Ik zag u een beetje verontwaardigd van nee knikken. Nee, ik zal het uitleggen. Natuurlijk heeft mevrouw Grootheide gelijk. Hè. Ja. Alles begint bij een goede zorg. Hè. En begint bij de aanbod van die zorg en zelfs aanklampend een gezin proberen te bereiden. Maar daar zijn jullie denk ik over eens, over dat uitgangspunt. Ja, waar dat is zo. Waar het probleem ligt, denk ik, is hoe dringend je moet zijn. Hè. Wel, waar het probleem ligt, is tweeledig. Als ik hoor dat gaat hier over een minderheid, ja, dan reageer ik. Mm. Omdat dat niet waar is. Wij hebben als maatschappij... Ik heb te lang de ogen gesloten voor het aantal kinderen die te maken krijgen met mishandeling, misbruik, die eigenlijk al geboren worden met heel veel problemen die hadden voorkomen kunnen worden. Ik denk dat je dat zwaar onderschat als je weet dat 18.000 kinderen klachten indienen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling elk jaar en dat dat een onderschatting is. Ik denk wel dat als je daarover wilt debatteren, dat je moet inzien dat je van het cliché moet afstappen dat elke ouder het goed bedoelt met zijn kinderen. De meeste natuurlijk wel. En de meeste zullen met hulpverlening inderdaad ver komen. Dus moet je maar er zijn ouders, en ze zijn echt talrijker als wij denken, die helemaal geen goede bedoeling hebben met hun kinderen en die in machtspot vinden. Maar die zullen dan ook niet... En die keer op keer kinderen misbruiken. Of zelfs... Maar die zullen dan waarschijnlijk toch ook die eerste stap, namelijk dat... detecteren en vrijwillig zich laten behandelen. Detecteren moet van vele partijen komen. De gezegde gaat, it takes a village to raise a child. Ja. Er zijn heel veel betrokkenen in zo'n proces. Het gaat over sociale werkers, hulpverleners, artsen uiteraard, eerste aanmelders, omgeving. En moet je sommige mensen ook verplichten om zich en hun ongeboren kind te laten helpen? Ja. Ik denk dat detectie het eerste belangrijk is. Het aanbod, zoals u daar terecht zegt, is een tweede belangrijk, een zorgtraject. Maar op een gegeven moment... Als het kind in gevaar is, dan moet je natuurlijk ook kunnen een maatregel nemen. Dat je zegt, goed, hier is er toch een soort gedwongen onder toezicht. En wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Ja, dat je per definitie huisbezoeken doet. Hè, dat je dat gedwongen onder controle houdt. Dat je regelmatig daar op tijdstippen bent om te zien, wat is het traject? Wordt het afgelegd? Wordt er gevolgd? En meestal moet ik ook... De betrokken personen, die beseffen dat ook soms wel, maar die hebben ook soms hulp nodig van buiten om het te kunnen realiseren in de situatie waar ze zich in bevinden. Maar dat zijn inderdaad de vrouwen die misschien de hulp niet vinden, maar die wel willen. Die zullen blij zijn met die uitgestoken hand, die betere detectie. Maar... De volgende stap is in dat plan van wie niet wil geholpen worden, gaan we toch verplichten. Gelooft u daarin dat iemand die bijvoorbeeld verslaafd is, dat je die verplicht kan laten ontwennen? Mm-hmm. Wat die uitgestoken hand betreft op dit moment, er zijn niet alleen in verslavingszorg, maar overal wachtlijsten. Ja. Hè? Op Vlaams niveau. En de afgelopen jaren, CD&V heeft heel erg geprobeerd om daar een dam op te werpen. Hè? We merken dat daar ministers zitten met een hart voor zorg en welzijn, maar ja... N-VA dringt wel heel erg aan op besparingen, juist in zorg en welzijn. Hè? Dat al even. Nu, wat dwang betreft, dwang is op dit moment al op heel veel plekken in de hulpverlening aanwezig. En dat, soms kan je ook niet anders. Als het gaat over extreme dementie of mensen met een zware verstandelijke handicap, dan wordt er op dit moment al heel veel aan dwang gedaan. Het is maar vindt wel u dat zo'n jonge moeder ook onder dwang moet verplicht worden om af te kijken of dat zal gevolgen hebben voor het feit dat ze al dan niet haar kind bij zich kan houden? Wel, daar is... wel een probleem mee. Dus we moeten dat heel goed onderzoeken wanneer we dwang toepassen. En dat wordt door heel veel hulpverleners ook gesignaleerd. Bij dwang, bij mensen waar het heel erg moeilijk gaat, en hoe moeilijker het gaat en hoe zwaarder en schrijnender de situatie is, hoe groter het risico, is er een heel groot risico dat die mensen onder de radar verdwijnen. Dat de hulpverlening ze gewoon niet ziet. Dat heb ik in mijn jeugd ook heel vaak gezien. Mensen die dan inderdaad in mijn omgeving, die het niet eens noodzakelijk slecht meenden, maar die zeiden, ik ga niet naar het OCMW, want ik weet dat ze mij niet serieus zullen nemen of mij met wantrouwen zullen bekijken enzovoort. En daar is veel veranderd, maar
die beweging moeten we niet in de tegenovergestelde zin. U zegt dat wel, mevrouw Van Peel. In de meest schrijnende gevallen moet dwang wel kunnen. Hè? Kijk, ik heb als OCMW-voorzitter in de jaren dat ik daar in een gemeente als Capelle, waar dat je dan verwacht dat het zeker al minder erg is in de steden, heb ik tal van moeders geweten waarbij men met het nieuwe kind gewoon lotto speelt. Hè. Dus dan is dat een gezin waar al 2, 3 kinderen geplaatst zijn omdat ze misbruikt en mishandeld werden. Er komt een nieuw kind en men gaat even op de lotto spelen en afwachten of het opnieuw gebeurt. Wel, dat zijn toch zaken die we ook moeten durven benoemen en waarvan moeten we zeggen, daar moet je in functie van dat kind, dat enige wat kan je doen? Persoon in het hele gegeven die zelf geen stem heeft, moet je durven ingrijpen en op voorhand zeggen van daar gaan we iets aan doen. Maar heeft mevrouw Roetheide een punt dat die dan, als ze dat weten, hè, van daar in Capelle, daar zitten ze wel hè, op de radar, dan verdwijnen ze gewoon? Maar ik denk dat dat een beetje een gemakkelijke... ik zal het eens anders zeggen. Een ouder die thuis zijn kinderen slaagt of misbruikt, of die tijdens zijn zwangerschap drugs blijft gebruiken en die niet naar de hulpverlening stapt en die om eender welke reden die uitgestoken hand niet aanneemt, is dat een ouder? En welk is de taak van de... Wat is de taak van de overheid op zo'n moment? Ja, om tenminste dat kind dat geen zeggenschap heeft een kans te geven op een leven? Of is het onze taak om dan maar voor het goede erbuiten te blijven? Want dat doen we vandaag te veel. Maar is het dan zo en dat te zeggen, nu... we zullen wel zien. En achteraf hebben we wachtlijsten van jongeren die geholpen moeten worden omdat we het gewoon niet meer aankunnen, de schade die dat er gebeurt. Dus kunnen we nu te weinig doen en moet er inderdaad meer kunnen? Ik denk dat er nu te weinig elementen zijn die zeggen jeugdhulp, gezinshulp, preventie enzovoort zit vanaf de geboorte. Als er al kinderen zijn, kunt je in een gezinssituatie makkelijker binnentreden dan op vandaag. Dus dat moet vervroegen tot voor de geboorte dat je meer hulpverlening kunt aanbieden. Wat bedoelt u met binnentreden? Ja, dat u eigenlijk als zwangerschap is, een problematische gezinssituatie, dat kan aanleiding geven tot een problematische zwangerschapssituatie waar het kind in gevaar is. Dus dat moet door jeugdverleners, sociale werkers, door gezinshulp kunnen gedetecteerd worden. En desnoods het kind dan ook weghalen bij en de ouder? Het dwangmatige, en dat is de opmerking die daarnet gezegd werd, is natuurlijk belangrijk dat u daar de bedoelingen van kenbaar maakt. Dat is om en het kind en de moeder te helpen. Ik denk dat dat het belangrijke daar is. Dat is echt dat het kind al voor de geboorte eigenlijk wordt toegekend aan een tijdelijke opvangplek, met de bedoeling dat het wel ooit bij de moeder terechtkomt. Zoals er nu geen onderscheid mag zijn van vanaf de geboorte doen we dit en daarvoor doen we er niets, is het ook omgekeerd zo. Als je al voor de geboorte detecteert dat er heel problematische situaties zijn die gevaarlijk zijn voor het kind, dan moet je niet zeggen, nu is het geboren, nu gaan we ons daar niet meer van aantrekken. Dus dan moet je inderdaad al maatregelen kunnen nemen die met het kind na de geboorte een plaats toewijzen. Maar laat ons nog maar eens zeggen, dat gaat over heel uitzonderlijke situaties en dat moet in proportionaliteit zijn tot het probleem natuurlijk. Ja. Er moet echt wel een bedreigende situatie zijn voor het kind. Is dat voor Groen bespreekbaar dat inderdaad misschien een rechter oordeelt nog voor het kind geboren is, dat kind bij de geboorte misschien best meteen tijdelijk ergens geplaatst wordt? En niet dus mee met die moeder naar dat huis? We moeten daar inderdaad... Kijk, zoals gezegd, het is eigenlijk een tweespalt. Aan de ene kant heb je de drang, het aandringen op maatregelen en heel dicht op de mensen zitten. Aan de andere kant heb je de dwang. En... je moet eerst het hele scala van die drang aanboren eer je verder gaat naar dwang. Zoals gezegd, ook omdat daar risico's mee verbonden zijn, dat je dan het kindje niet meer ziet, je statistieken verbeteren, maar onder de radar zit er ongelooflijk veel, en daar zijn we het over eens, ongelooflijk veel miserie. Dat wel. Maar die statistieken moet je dan ook niet zomaar zitten verbeteren zonder dat de situatie verbetert. Maar dwang moet wel kunnen op een bepaald ogenblik. Ja, en nu ga ik heel concreet... tot nu toe, alle voorstellen die ik heb gezien, en ik ben heel benieuwd naar wat deze conceptnota concreet zal voorstellen, tot nu toe, alle voorstellen die ik heb gezien, doorstaan gewoon de juridische toets niet. Want we moeten wel niet vergeten, de wet geldt niet alleen voor schrijnende situaties. De wet geldt voor iedereen. Een paar jaar geleden heeft N-VA bijvoorbeeld in 2018 gezegd, mensen die bij het OCMW aankloppen, daar moeten we ook van zeggen van, ja, jullie mogen geen kindjes krijgen. Excuseer, Sarah Smeijers, 2018. Heeft Nadine gezegd dat ze dat zo niet bedoeld had? Hè? Ja, dat is dan wel zo in de pers gekomen. Ja. Ik denk niet dat het aan de overheid is om te bepalen wie wel een kind mag krijgen. Precies. En is dat situatie, er wordt wel eens gezegd dat iedereen recht heeft op een kind. Onze positie daarin is dat wij niet vinden dat een overheid moet bepalen wie wel of niet een kind kan krijgen. Helemaal. De overheid moet natuurlijk beschermend kunnen optreden voor mensen die in een kwetsbare situatie zijn, zowel wat de moeder betreft als de gezinssituatie als het kind. Dat is voor u ook de drempel te ver?
Ja, maar ik vind, om te beginnen, allee, hier nu zo een debat van te maken, daar worden die kinderen allemaal niet beter van. Het is daarom ook dat ik die werkgroep heb opgestart. Laat ons nu vooruit gaan, want in C zitten we wel op dezelfde lijn. We beseffen dat we de kinderen vandaag te weinig beschermen en dat daar veranderingen moeten komen. En dat je daar bepaalde discussies, die misschien eerst taboe lijken, ook eens voor moet durven voeren. En natuurlijk is het een stapsgewijze aanpak en is het ook altijd een rechter met de hulpverlening die oordeelt. Wanneer er maar is het inderdaad ook nog een taboe, het recht op een kind? Als u mij de ethische vraag stelt of iedereen recht heeft op een kind, dan zeg ik nee. Omdat er niet zoiets bestaat als een recht op een kind. Er bestaat wel zoiets als rechten van kinderen. Staat ook al 30 jaar in het kinderrechtenverdrag en wordt al die tijd ook dagelijks gewoon overschreden. Hè? Dus dat bestaat op ethisch vlak niet. Maar als je mij vraagt, is het aan een overheid om een wet te maken die een bepaalde groep uitsluit om kinderen te krijgen, dan zeg ik nee. Dat is niet aan een overheid. Het gaat hier over een beleid dat door een rechter en de hulpverlening case per case zal moeten bekeken worden. Je kan daar geen lijnen in trekken. En je kan ook niet iemand dwingen om fysiek iets te ondergaan waardoor ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Dat voelt iedereen. Maar je kan wel heel veel andere zaken. Ja. Je kan bijvoorbeeld wel wetgeving maken zodat het mogelijk wordt dat iemand die zijn kind heeft doodgeslagen, onlangs nog in de gazet, hij komt terug vrij, maakt een nieuw kind en doet het opnieuw. 3 maanden later het volgende kind dood. Wel, bij zo iemand zou ik wel een uitspraak mogelijk willen maken dat een rechter zegt van sorry, maar u heeft geen parcours gedaan om hier verbetering in te brengen. U heeft al die geschiedenis. Ja. Wel, u leeft niet meer in een gezin waar kinderen rondlopen. Ja. En dan voorkom je natuurlijk wel meer. Is het denkbaar dat Groen zo'n voorstel steunt van een meerderheid? Ja, mevrouw Van Peel heeft al een paar, keer gezegd dat ze zijn werkgroep heeft opgericht. Nu, daar is niemand van Groen uitgenodigd. Daar zit geen jongere voorzitter in. Nee, dat is Jong Groen. En Jong Groen, daar zorgen wij heel erg goed voor, is compleet onafhankelijk van Groen. Maar daar is geen enkele afgevaardigde van Groen vertegenwoordigd. Dus ja, wij weten eigenlijk niet. Wij hebben via van die werkgroep gehoord. Pas recent is Jordi inderdaad daar uitgenodigd om eens te gaan horen. Maar wij weten eigenlijk niet wat daar wordt besproken. Ook van de Franstalige partijen is er, voor zover ik weet, alweer via hoor ik dit, niemand uitgenodigd. Ik heb begrepen dat u Franstaligen wel hebt uitgenodigd, maar dat ze nog niet gekomen zijn. Ik vind dit wel echt heel spijtig. Dat is een initiatief dat een reactie is op de zogenaamde nieuwe politiek van de federale regering, waar u in zit. Daar staan trouwens een passe in over dat verplicht opname van vrouwen die drugs gebruiken. Maar mevrouw Van Peel, ik heb het maar via ja, dus dat is daar nu een reactie op om het echt te doen, omdat ik de partijpolitiek er wil uithouden. Iedereen is uitgenodigd. Maar niet met deze houding. Ik wil daar mensen zien zitten. En Jordi Sapels van Groen, is er zo iemand die wel willen discussiëren, los van die taboes, en die niet alles platslagen omdat ze er een partijpolitiek spel van maken? Dus bij Groen vond u niemand? Maar ze zijn nog steeds welkom. En ik vond wel iemand. Ik heb Jordi Sapels uitgenodigd. Maar dat is blijkbaar Jong Groen. Dat is niet zelf. Ah, ja, oké. Okay, kijk, dat vind ik dan een zeer rare reactie. Ja. Maar nu u bent dus zeer goed welkom. De conceptnota's van Katrien Schrijvers besproken. Ook van Parijs. Ook van Laurie dus dat Parijs. Zal ook het thema zeer, zeer sterk aan bod komen met experten die gevraagd worden in de commissie. Ja, en dan kan iedereen dat inkijken en daar inderdaad over verder discussiëren. Wordt alleszins vervolgd. Alle drie, hartelijk dank. En wij gaan straks nog even naar Minneapolis om te horen hoe daar nu teruggekeken wordt op de veroordeling van agent Derek Chauvin voor de moord op George Floyd. Zal dit echt iets veranderen? En we sluiten straks af ook met de Oscars. Vannacht uitreiking en er zijn best wat Belgen die meedingen naar het Gouden Beeldje. Twee van hen, Koen de Bouw en Johan Heldenberg, die komen hun kansen wikken en wegen voor 1 uur. En het is ook een topzondag voor sportliefhebbers. Straks de laatste lenteklassieker in het wielrennen, Luik-Bastenaken-Luik. En vanavond de bekerfinale in het voetbal. Standaard Luik tegen Racing Genk. De voorzitter van dat Racing Genk, Peter Kroonen, die is op dit ogenblik aan het fietsen naar de Heizel. En ik heb die nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Kroonen. U bent even afgestapt voor ons. Waarom met de fiets naar Brussel? Ah, het is goedemiddag. Het is de Heizel Challenge. Dat is een initiatief dat we 2 jaar geleden gestart zijn met een rit naar Fola Esch in de Europese Cup. Toen dachten we, het zou toch tof zijn als we de bekerwedstrijden konden fietsen. We hebben dat de Heizel Challenge genoemd. En het is nu zover. We gaan naar de Heizel. Spijtig genoeg zonder publiek, maar wel met een pelotonnetje van 40. Ja. Genk heeft een wisselvallig seizoen gehad, maar speelt sinds een paar weken eigenlijk als bijna op wolken. Kan straks voor de 5e keer de beker winnen. Hoe schat u de kansen in?
Ik heb er een heel goed gevoel bij. De ploeg is heel gefocust, is heel gedreven om die trofee te pakken. Dus het leeft echt in de groep en ik denk dat we heel goed gaan zijn. De vraag is of het genoeg zal zijn, maar ik denk dat we een mooie finale gaan zien en, ja, en een mooie winnaar. In 2018 verloren jullie ook al uitgerekend tegen Standaard, hè, na een slechte match. En eigenlijk helemaal aan het eind kon Standaard die beker winnen. Speelt er een beetje revanche gevoel? Ja, toch wel. Hè. Het is 1-1 nu, want we hebben daarvoor wel een finale tegen Standaard gewonnen. Dat was een draak van een wedstrijd, kan het niet anders noemen. Het was ijskoud, het was geen goed voetbal. Het was ook gewoon geen goede beleving op het plein door de vele vertragingen. Dus ja, er is wel een beetje een revanchegevoel. Maar het allerbelangrijkste blijft dat er een beker op het spel staat. Ja. En in het voetbal zijn er elk jaar 2 trofeeën te winnen. En ja, dit is er eentje van, dus we zijn wel heel gemotiveerd. Ja, nog één vraagje. Er is natuurlijk ook nog altijd corona. En er zijn van de week wat relletjes geweest tussen supporters van Genk en Standaard. Wat het ook wordt, winst of verlies, zijn er maatregelen genomen in Genk dat de supporters zich ook aan coronamaatregelen houden en dat er niet gevochten wordt ook? Ja, kijk, ik denk dat dat een ongelukkig element is dat spijtig genoeg nog altijd voorvalt. We hebben deze match ook bewust laat gepland om te zorgen dat er geen volksfeest zal ontstaan. Dus ik denk dat we heel bewust met de situatie proberen om te gaan. We hebben de supporters ook opgeroepen, zowel Standaard als wij, om de COVID-regels toch te blijven respecteren. Dus ik ben daar gerust in dat dat goed gaat verlopen. Natuurlijk zal er wel een feestje gebouwd worden in Genk als we die beker winnen, maar in kleinere groepjes. Oké, Peter Kroonen, bedankt om ons even te woord te staan. En dus 9:15 die bekerfinale. Ja, en er wordt vandaag dus ook gefietst. Want met Luik, Bastenaken-Luik, staat de laatste voorjaarsklassieker op het programma. En we gaan al even polshoogte nemen bij Maarten van Gramberen. Maarten, goedemiddag. Woensdag, Maarten, zagen we nog een felle strijd tussen Julien Alaphilippe en Primoz Roglic in de Waalse Pijl, met de Fransman als winnaar. Zijn dat ook weer de twee te kloppen mannen? Wel, het zijn 2 van de 4 topfavorieten. Je moet er daar nog 2 bij doen. En dat is om te beginnen de toerwinnaar, Tadej Pogacar. Die mocht afgelopen woensdag in de Waalse Pijl niet starten. Want er waren in de ploeg 2 positieve gevallen. Vals positieve bleek achteraf. En doe er ook maar Alejandro Valverde bij. Hè. De Spanjaard die vandaag 41 jaar wordt. Maar hij is in goede vorm. 5e in de Amstel vorige week. 3e in de Waalse Pijl. En als hij straks zou winnen, dan evenaart hij het record van Eddy Merckx met 5 overwinningen in Luik. Nu, Valverde die gaf geen interviews vanmorgen, dat deden de anderen wel. En we gaan beginnen met de toerwinnaar, met Tadej Pogacar. We did quite hard training, so I don't know if we are more fresh, but yeah, for sure it's different. We don't have a race from Wednesday, but yeah, it doesn't make so much difference. This race suit you even better than La Flèche Wallonne. I guess so, after last year. Yeah, I think it suits me well. It's just a specific race. It's really longer and hard. So, you need a special day. So, hopefully, I will have the legs at the end. Et c'est la course de la revanche pour vous aussi? Après l'année passée? Non, pas une revanche. J'ai juste envie de bien faire. Voilà, c'est ma dernière course avant un petit break, donc je suis très motivé. Ok, bonne chance, Julien. Merci. Ja, Maarten, laten we dan eens hebben over de Belgen, hè? Want de laatste keer dat een Belg won in Luik is al 10 jaar geleden. Philippe Gilbert. Bestaat er ook maar de geringste kans dat er vanavond of straks weer een Belg op het podium staat, laat staan als winnaar? Wel, die kans is heel erg klein. Ze zijn in ieder geval met veel, die Belgen zijn met 39, maar ze hebben die statistieken in Luik-Bastenaken-Luik zo hard tegen. Je hebt het daarnet al gezegd, Gilbert die won. Wel, deze eeuw is er nog maar 1 Belg geweest die Luik-Bastenaken-Luik kon winnen en die op het podium stond. En dat was Philippe Gilbert. En daarvoor moeten we teruggaan naar 2011 was dat toen, dat superjaar van Philippe Gilbert, toen hij alles won. Dus de kans dat er opnieuw een Belg wint is heel erg klein. Het enige wat ze echt kunnen doen, lieven, dat is gaan anticiperen, gaan aanvallen, vooraleer die grote kanonnen eraan beginnen. Want op die slothelling, die Roche au Faucon, die valkenrots, die is zo steil, die is zo zwaar. En daar gaan wellicht alle Belgen moeten passen. Ja. Nog een vraag over de vrouwen, hè, Maarten. Want die zijn intussen bijna aan de finale gekomen. We kunnen daar ook live beelden van laten zien. Hoe is de situatie daar? Ja,
Het klopt, lieven. Het is nog een kleine 10 kilometer en we krijgen echt wel een spetterende finale. Het is de 5e editie van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. Er wonnen al een pak Nederlandse vrouwen, 2 keer van der Breggge, 1 keer van Vleuten en die zitten nu mee. Er is een kopgroepje van een man of 4, 5 met van der Breggge en met van Vleuten. En ik kijk heel even achterom, lieven. Ik zie nog altijd de grote leegte, maar ze gaan er over een kleine 5 minuten aankomen, denk ik. En dan gaan we weten wie Luik-Bastenaken-Luik wint bij de vrouwen. En als je dat live wil volgen, dan moet ik toch tegen de kijker zeggen, ga heel even naar Canvas, want daar zenden we die wedstrijd bij de vrouwen live uit. Ja, het wezen jullie gegund. Hè. Ze mogen voor 5 minuten vertrekken en dan terugkeren. En vanmiddag dus op 1, dacht ik, de mannen. Hè. Luik, Bastenaken, Luik. Dankjewel, Maarten van Gramberen. Please be seated. Members of the jury, I will now read the verdict. We, the jury, in the above entitled matter as to count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Verdict count 2, third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. Guilty! Verdict count 3, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk. Find the defendant guilty. It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see. This can be a moment of significant change. Thank you. Misschien wel de beelden van de week. Hè. Zat u misschien ook dinsdag gespannen te wachten op dat verdict? Wie dat zeker deed, was Frank Abaonu. Good morning, early morning to you. You're the president of the Minnesota Association for Black Lawyers. I expect you were also tensely watching the verdict. What went through you as the jury came out? Thank you, and thank you for having me this morning. Hearing that again, it's sort of reliving that moment. It's sort of a weight on your shoulders, your back, your heart. It's one of those moments where you saw the evidence that came out and you anticipated that that's what's going to happen, but you don't want to hope until you see it. So it was a relief that the jury got it right and that they made a decision based on what evidence was before them. Yeah. Some call it a historical verdict. Will that also not depend on the sentence? Yes and no. I mean, I think it's still a historical verdict in the fact that it's one of those instances where Black and brown people they're getting accountability from police officer related violence. So the verdict itself is historic, but of course, yes, the sentence, the judge has the right to determine its sentence based on upward enhancements. And then there's appeals, but the verdict itself, that you can't take that away. Yeah. What would be a fair sentence to you? You know, I don't want to, For me, I think it's something that takes into account the crime that was committed. So as we see, he was all 3 charges. The jury came up with a guilty verdict. So the second degree intentional murder that carries with it a 20- to 30-year sentence. Yeah. I think, given the act itself, the fact that it doesn't seem like totally at this point that former officer Chauvin has shown remorse, I think that the judge is within his rights to grant something within that 30-year period. But again, it all depends on what evidence is before yes. the judge. We will have to find out later on, that's true. A final question, do you think this will have a lasting impact, that it will have really this tremendous effect for months and years and maybe forever? I would say talk to me in a year and I'll let you know about that. But I definitely think it has the momentum. Even your clips showed that the president, Joe Biden, is called the family and said, we're going to push forward with bills in the federal government and we're going to go further. You know, Minnesota, there are currently about 3 bills that sort of relate to police conduct. And I think if those bills get passed, we will see this momentum. But
It's hard to tell, but right now there definitely is momentum. There definitely is relief, but we can't rely on that. We have to move forward. And hopefully we can talk again in over a year and you can tell me more and better news. I hope it with you. Thank you very much, Frank Abaonu, and thank you for putting that timing for us. Thank you. En dan weer muziek. Ik zei het al eerder, mei wordt Hooverphonic maand. Het Euro Songfestival in Rotterdam, een tentoonstelling over de band in Sint-Niklaas en een nieuwe plaat, Hidden Stories. Daaruit horen we One Big Lie. En de Oscar goes to. Vannacht is het weer zover. In coronaproof omstandigheden worden dan in Hollywood de belangrijkste filmprijzen ter wereld uitgereikt. En merkwaardig veel Belgen maken daar dit keer kans. En twee van hen zitten bij ons, de Vlaamse topacteurs Koen De Bouw en Johan Heldenberg. Welkom. Ja, heren, welkom en proficiat alvast. Hè. Johan, jij was er vorige keer live bij, want je bent al eens genomineerd geweest voor jouw rol in de Broken Circle Breakdance. Dat toen ook in de categorie beste buitenlandse filmen, waar jullie allebei een film in hebben. Je zit nu hier. Groot verschil, hè? Ja, het is een groot verschil, maar ik vind het eigenlijk niet zo erg dat ik hier zit.
Ik was daar toen en ik heb na een half uur ben ik eigenlijk zo wat gevlucht uit die zaal, want op televisie is dat redelijk saai om naar te kijken, vind ik. Maar in tech is dat eigenlijk nog saaier. En je zit daar zo van achter natuurlijk, want je bent dan een Europeaan en al de miljonairs zitten daar. En je hebt daar eigenlijk geen... Dat wordt heel schoon afgesloten. Ja. En ik had zoiets van, weet je wat, ik ga naar de rokersruimte. En daar stonden inderdaad heel veel Aziaten en Europeanen. En af en toe een Amerikaan die zo... En ik heb daar een uur en half met Mads Mikkelsen staan babbelen. En gin tonics gedronken. Ja. Die is trouwens genomineerd voor Drunk. Ja. De film die het meeste kans lijkt te maken. Oh ja, die heeft 80% kans om te winnen, denk ik. Er zou al iets ergs moeten gebeuren, eigenlijk. Maar laten we het vooral over jullie films hebben, want jullie films zijn genomineerd voor de Oscar voor de internationale film. En het zijn speciale en ook films en ook wel films met actuele thema's. Koen, laten we bij jou beginnen. The Man Who Sold His Skin, een Tunesische film van de regisseuse Kauter Benhania. En de rest mag je zelf vertellen. Waar die over gaat? Ja, alsjeblieft. Het gaat inderdaad over een Servische jonge man die een meisje heeft, een vriendinnetje heeft. Die wordt uitgehuwelijkd, vertrekt naar Europa, naar een van de Schengenlanden, waar hij haar natuurlijk niet kan volgen, vermits hij geen toegang heeft tot die landen. Vlucht tijdens de oorlog naar Libanon. Op zoek naar voedsel wringt hij zich binnen bij een vernissage van een wereldgerenommeerd kunstenaar. Geraakt met die man aan de praat en... Dat ben jij, hè? Die speel ik inderdaad. Ja. Monica Bellucci speelt mijn galerijhoudster. En ik luister naar zijn verhaal en ik zeg... weet je wat, ik sluit een soort van duivelspact. Ik tatoeëer een kunstwerk op je rug. Ik maak van jou een kunstwerk. Wim Delvoye gewijs. Ja. Geïnspireerd op werk van Wim. Ja. Voilà, op die manier maak ik eigenlijk een voorwerp van jou. Ja. En als voorwerp kan je wel heel de en wereld... En dat voorwerp, dat kunstwerk, mag Europa wel binnen... De migrant niet. Dat... De mens niet. Ja. Ja, voilà. En het is het Schengenvisum. Visa trouwens, dat getatoeëerd wordt op de rug. En dan vertrekt het verhaal eigenlijk. Want het is ook een liefdesverhaal. Het is een satire eigenlijk ook. Ja. Er zit heel veel materiaal in de film. Maar het is niet het typische bootjesvluchtelingverhaal. Ja. Het is een heel andere benadering. Ja, liefdesfilm, satire, dat kunnen we niet echt zeggen van die film hè, waarin jij meespeelt, genomineerd is. Quo Vadis Aida, dat is van een Bosnische regisseur. Ja. Regisseuse. Mm-hmm. Ik ben vreselijk met Bosnische namen. Ja. Jij? Jasmila. Zbanik. Ja, maar het gaat eigenlijk over een situatie die we wel allemaal nog herinneren. De toestand in Srebrenica. Ja, de enclave Srebrenica die door de Verenigde Naties, de UNO, was uitgeroepen tot de safe zone. Daarvoor werd een Nederlandse regering aangesproken. De Nederlandse regering hebben Dutchbat, een bataljon, Nederlandse soldaten, daar gestuurd om daar de boel te eigenlijk logistiek... meer te voorzien van alles en zorgen dat het daar allemaal in orde was met de garantie dat de UNO van het moment dat de safe zou binnengedrongen worden, dat ze zouden airstrikes doen. Ja, en dat gebeurt niet. En op het moment dat gebeurt, trekt de UNO zijn handen ervan af, vanwege geopolitieke redenen. En de Servische troepen gaan dan al die mensen verzamelen. Vrouwen en kinderen worden weggevoerd, maar alle mannen en jongens... Ik denk vanaf 14 jaar zijn daar toen vermoord. En jij speelt daar hè, de rol van die Dutchbat-commandant, Tom Karremans. Trouwens, de gelijkenissen tussen jou en de echte Tom Karremans, die zeiden we, dat is de echte, voor alle duidelijkheid. Ja. Ik heb begrepen, ik las ook ergens, dat ze dat aan jou hebben gevraagd, omdat geen enkele Nederlander zich geroepen voelde om die man te spelen. Er waren wel een paar mensen die dat wouden, maar die konden agendagewijs niet. Maar er waren ook een paar gerenommeerde Nederlandse acteurs die ze aangesproken hebben en die hadden zoiets van nee. Omdat het nog altijd te gevoelig ligt? Ja, in Nederland ligt deze periode heel, heel gevoelig. De Nederlanders hebben dat... Tom Karremans met name wordt eigenlijk als het... Ja, Die man, zijn naam is zelfs een gevleugelde uitdrukking geworden. Bij wijze van spreken, een karremanske doen, dat is heel erg laf reageren op een situatie. Dat ligt heel gevoelig in Nederland. En misschien dat daarom bepaalde acteurs gezegd hebben, laat het maar aan mij voorbij gaan. Ja. Goed dat het ergens mag overgaan. Liefst wel. En we zien dat niet alleen bij onze films, maar ook de andere Belgische inzending, kan ik niet zeggen, maar...
Dat gaat ook ergens over. En het verlangen om een verhaal te vertellen dat die meerwaarde heeft, ja, dat is toch wel van essentieel belang. Ja, want je hebt het dan over The Sound of Metal, die documentaire, mag ik het zo noemen, die ook genomineerd is. Bert Hamelink zit wel in L.A. Hè, voor Caviar. Het is geen documentaire, hè? Nee, het is geen documentaire. Nee, film. Het is echt een fictiefilm. Een fictiefilm. Sorry, ja. Ik heb hem ook nog... Ik heb nog niets gezien, hè, van ik al heb hem ook films. Wel gezien. Maar dat is echt het grote drama. Al die films, we hebben die niet kunnen zien, hè, want het blijft een ongelooflijk moeilijke periode voor de film. Ja. Ja, Sound of Metal kan je zien, hoor, ja. Op Playmore. Ja. Ja. Maar bon, inderdaad, je wil die zien in de cinema. Uiteraard wil je die zien op groot scherm. Daar is dat medium ook voor gemaakt. Hè. Dus dat is wel een frustratie momenteel. En ja, al die mooie films stapelen zich op en je gaat toch een keuze moeten maken, vroeg of laat, wat je in de zalen wil gaan zien als ze terug worden. Ja. Maar ze zeggen wel dat die Sound of Metal, die we dus blijkbaar wel kunnen gaan zien, dat zullen we dan straks maar doen, dat dat wel een grote kanshebber is. Zeker, ja. Ze hebben 6 nominaties, hè. Dat is niet niks. Dus er zal wel eentje van raak zijn. Maar ik wil dat, ik denk dat Johan er ook zo over denkt en iedereen die genomineerd is, daar heb je eigenlijk je kans al geponeerd. Ja. Daar ben je eigenlijk al gewonnen. Wij zitten ook niet in een ons medium, zal ik maar zeggen, is geen voetbalwedstrijd. Hè. Het is niet van wie wint er hier en wie... Toch zegt Dominique de Rudder gisteren in de krant, alleen al het feit van genomineerd te zijn, dat geeft een ongelooflijke boost aan je carrière. Ja, dat is eigenlijk de basis. Want mensen spreken me nu aan van, ik hoop dat je wint. Maar eigenlijk voor onze beide films, waar we een rol in vertolken, is het eigenlijk al gewonnen. Want zo'n nominatie verzekert u van een mondiale distributie. En dat is de grote prijs, uiteindelijk. Voor Jasmila en voor die regisseur, mochten een van deze twee films winnen, kan het wel een heel groot verschil betekenen. Maar voor ons niet, denk ik. En voor de film eigenlijk ook niet. Van zodra dat je genomineerd bent, kom je in de mondiale distributieketen terecht. Is iedereen daarin geïnteresseerd? En is het misschien ook niet erg dat het dan niet in de cinema is, maar op al die streamingsplatforms? Wij gaan toch voor de cinema. Ja. Wij ook. Bij ons wordt er gewacht tot de cinema's opengaan. Bij jullie ook? Ja. In principe wel. Ja. Ja. Hij is trouwens in een aantal landen zijn de cinema's open. Hè. Ja. Dus, een aantal Arabische landen ook is hij gewoon in de zalen. In Amerika ook trouwens is hij momenteel in de zalen sinds 2. Dat is toch nog altijd belangrijk, dat verschil. De cinema, hij moet in de cinema te zien zijn. Ja, daarvoor wordt zo'n film gemaakt. Het is echt een hele andere manier om te filmen of een film te benaderen als je voor televisie maakt. Dan als je voor de cinema maakt. Dat weten wij niet, dat moeten wij ook doen. Maar laten we kijken wat het volgende overlegcomité op 11 mei dan misschien beslist over de cinema's. En jullie wensen we uiteraard veel geluk vannacht. Absoluut, hè? Want hoe dan ook wordt het toch een spannende nacht. En laten we hopen dat we toch een beeldje of twee, het is inderdaad geen wedstrijd, maar toch allemaal kunnen binnenhalen. Daarmee zit deze 7e dag erop. Jan Jambon die is intussen al een hele tijd begeleid naar de exit door Ferre Windijn. Ja, en wij ruimen nu ook banen. Hoog tijd voor het journaal. Tot over 7 dagen. Dag meneer Jambon, mag ik u nog naar de exit begeleiden? Ja, de exit begeleiden. We werken aan een exitplan. Ja, absoluut. 8 mei de terrassen terug open. Ja. Op welk terras kunnen we Jan Jambon terugvinden? Dat zal een terras in Brasschaat zijn. We hebben prachtige terrassen. Je hebt de Hemelhoeven in het park, het Excelsior, de Rode Leeuw, heel vlak bij mij de Paddock. Allemaal prachtige terrassen in Brasschaat. Ergens zal ik daar te zien zijn. Oké, heel erg bedankt en graag tot de volgende. Dag. Ja.